Welkom bij een nieuwe podcast van Eindbazen. Dank dat je naar ons luistert. Wellicht ken je ons nog maar net of misschien ben je al een trouwe luisteraar van de afgelopen jaren. Michel en ik doen deze podcast nu ongeveer 3,5 tot 4 jaar. En we zijn met de jaren uitgegroeid tot de grootste podcast op het gebied van persoonlijke groei in Nederland. En dat is echt waanzinnig. Hadden we nooit zonder jullie kunnen doen. Dus dank daarvoor. En ik wil graag deze podcast aftrappen met een verzoek om hulp. We hebben jullie hulp nodig. En dat komt omdat wij graag de volgende stap willen maken in het podcasten. We hebben op verschillende manieren gekeken hoe we dat kunnen doen. Daar gebeurt achter de schermen een hele hoop over. En een van die dingen is ook een technisch dingetje. Dat wil zeggen dat normaliter wij hier in de studio zitten met camera's, met het geluid. We nemen dat op en dat wordt dan later allemaal geëdit. En soms komen Michel en ik wel eens tot de conclusie van er komt er in één keer een podcast online. En denken, oh ja, inderdaad, 3 maanden geleden hadden we dat gesprek. Dat was een goed gesprek. En soms neemt dat een beetje de magie weg van het podcast. Hè? Want als je een tof gesprek wil hebben, dan willen we dat eigenlijk gelijk de lucht in gooien. En dan moet dat niet te lang wachten. Soms vind ik het ook wel eens vervelend dat ik dan op mijn social media enthousiast ben. Wow, dit was een gek gesprek. En dan vragen luisteraars, ja, wanneer komt het dan? En dan moet ik zeggen dat het pas over een paar weken komt. En we willen het onszelf makkelijker gaan maken en we willen het gaan doen zoals onze groot voorbeeld Joe Rogan in Amerika doet. Dat wil zeggen dat er in de studio, terwijl we aan het opnemen zijn, dat daar dan de beelden en het geluid wordt geëdit. En dat zodra het gesprek klaar is, dat dan ook daadwerkelijk de aflevering online gezet kan worden. En dat zou betekenen dat we dus on the spot kunnen podcasten, kunnen opnemen en kunnen releasen. En dat zorgt er ook voor dat we veel actueler kunnen zijn. Mensen die medailles hebben gewonnen, mensen die hun boek uitbrengen, mensen die actueel in het nieuws staan. Er zijn zo ontzettend veel redenen waarom we mensen nu in de podcast zouden willen hebben. En er zijn natuurlijk veel meer eindbazen dan slechts die 52 eindbazen die we nu per jaar doen, omdat we iedere week willen releasen. We zouden veel meer kunnen doen. Dus dat is wat we jullie willen bieden. Meer content en op een snellere manier online. En het aantal gasten dat bij ons in de studio wil komen, ja, dat begint ook steeds meer een groter formaat aan te nemen. Grotere namen. Dus we zitten echt te popelen om daarmee aan de slag te gaan. Maar daarvoor willen we jullie hulp vragen. We hebben daarvoor technische apparatuur nodig. Die kost €5.000. En we hebben de afgelopen jaren echt tienduizenden euro's in het editen in de studio's. We hebben 3 studio's versleten. De camera's, het geluid. Wat ik net al zei, het edit, het hele proces eromheen. En we werken daar iedere week kaart aan met een team van vrijwilligers dat ons daarbij support. En dit keer hadden we zoiets van, weet je, we gaan het gewoon vragen aan onze luisteraars. Dus hierbij komt de jongens. Heb jij je ooit geholpen gevoeld door deze podcast? Wellicht heb je mooie stappen kunnen maken omdat je bepaalde kennis kreeg of bepaalde inzichten. Of heeft het je geholpen in moeilijkere periodes om alles tot een succes te maken? Misschien je relatie, misschien je werk, misschien je privé. Als het je heeft geholpen op een manier en je zou ons iets willen teruggeven, ja, dan zouden we dat heel erg waarderen als je dat wilt doen via eindbazen.nl. Op de voorpagina staat een kop. Daar kan je naar onze crowdfunding pagina. En je mag een donatie achterlaten naar keuze. We hebben verschillende pakketten gemaakt. Je mag een donatie van €1 doen, van een tientje, van €50. Je krijgt een chocoladereep, een handgeschreven brief. Je kan in de studio komen met je vrienden om een podcast te komen te bekijken op het moment als wij die aan het opnemen zijn. Of je kan er zelfs eentje opnemen met ons. En dan kan je die zelf verspreiden op je eigen kanalen. Of als je zegt, ik ga jullie helpen. Ik vind het tof wat jullie doen. Ik betaal in één keer dat bedrag. Dan krijg je bij ons een plek in de eindbazenstudio. En dan releasen we die uitzending ook, omdat je dan voor ons echt wel een eindbaas bent. Kijk eventjes op eindbazen.nl. Daar kan je de crowdfunding link vinden. Wij hadden dit nooit zonder jullie kunnen doen. En we zouden het echt onwijs waarderen als jullie hulp. Als je je ooit geholpen voelt door de podcast en je wil wat terug doen voor ons, dan is dit het moment om dat te doen. En dan kan ik echt niet wachten totdat we hier aan de slag kunnen gaan met de nieuwe apparatuur. En nog gavere, betere uitzendingen maken dan dat we al hebben gedaan. Dankjewel. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization.
Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze money back guarantee. Bezoek ons op www.nutrofit.nl. Bestel je voor 9 uur 's avonds, dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt. Wat ik dan wel interessant vind, want ik heb jou wel eens, jou Timo Hans, heb ik wel eens... Welkom in de studio, by the way. Ja, thanks. Welk label mogen we jou geven? Welk label mag je mij geven? Ik vind zelf eigenlijk, vitaliteitscoach vind ik eigenlijk een beetje zo'n verschrikkelijke term. Ja. Dus ik ben bedenker van mijn eigen vitaliteitsconcept. Ja. En daarvan docent aan mijn eigen opleiding. Dat is denk ik het meeste... De meest complete omschrijving. Vitaliteitsuitvinder houden we het dan voor vandaag op. Nou, dat vind ik eigenlijk wel een mooi. Want ja. Er zitten wel hele, hele unieke uitgevonden dingen zitten er echt wel in. Dus vitaliteitsuitvinder, die bedankt voor deze titel. Want die ga ik vaker gebruiken, denk ik. Ik heb jou een keertje zien spreken op de 12 Wave Summit. Toen had je het over stress en over wat het allemaal doet met alle neurotransmitters en zo. En ik kijk hier nu naar mijn kop koffie. En we hebben het over die Muppet. Ja. En ik ben er de laatste tijd achtergekomen dat als ik gestrest ben... dan heb ik de neiging om meer koffie te drinken. Ja. Maar als ik meer koffie drink, dan word ik nog gestresster, opgefokter. En die Muppet die gaat dan nog meer aan. Het lijkt wel alsof cafeïne ook die Muppet aanzwengelt. Ja, zo. Een soort van... dan krijg ik een heel erg... wat is het gevoel ook erbij? Een soort van krampachtig gevoel. Een soort van opgejaagd. Dat is het. Jitters. Ja. Jitters. Ja. Ja, en ondanks dat ik dat heb, kan ik mezelf nog overtuigen om dan toch nog even een kop koffie te nemen. Ja. En ik drink niet veel koffie. Hè. Ik bedoel, ik drink liefst 1 of 2 kopjes op een dag. 2 is eigenlijk al veel. Hier in de studio drink ik meer dan thuis. Wat voor invloed heeft volgens jou cafeïne of de koffie op die Muppet in je hoofd? Kan je dat ergens aan relateren? Oh, dat is een hele interessante. Ik denk dat het een mooi voorbeeld is. Het is altijd mooi om naar een extreme te kijken. Wat het doet en dan vervolgens af te bouwen van in hoeverre is van je van toepassing. Ik had een intake dinsdag met een man. Die dronk 30 tot 35 bakken koffie per dag. Oh. En die had ook allerlei klachten. Hè? Dus je kan allerlei klachten krijgen. Dat hij naar de wc moest. Hij zei, ik heb maar 5 uur slaap nodig en dat soort dingen. Zo, dat bleef niet overeind in zijn verhaal. Want als je dat met zoveel cafeïne moet compenseren, dan kan dat niet. Inderdaad, cafeïne is natuurlijk iets wat je wakker houdt. Het heeft heel veel invloed op bijvoorbeeld onze slaapdruk. Is dat een bekend fenomeen, sleep pressure? Beetje, maar voor de mensen die luisteren. Ja, vanaf de seconde dat je wakker bent, bouw je een hormoon op. En die vindt zijn piek om en nabij de 16 uur. Tussen de 12 en 16 uur verschilt een beetje per persoon. En dat is een van de pijlers die eraan bijdraagt dat je 's avonds denkt, ik word moe. Ja, dus dat is een hele belangrijke. Naast melatonine en zo, waar heel groot over wordt gedaan, is eigenlijk sleep pressure, slaapdruk dus misschien nog wel belangrijker. En dat hormoon heet adenosine. En zodra je cafeïne nuttigt, dan maskeert cafeïne tijdelijk de aanwezigheid van adenosine. Mm. Dus je hebt een gebiedje in je brein wat verantwoordelijk is voor je slaap. Daar bouwt zich gewoon elke minuut adenosine op. En zodra je cafeïne drinkt, dan valt daar het is er nog steeds, maar het wordt gemaskeerd. En daardoor voel je je veel alerter. Alerter is ook een staat in je centraal zenuwstelsel. De meeste mensen kennen het centraal zenuwstelsel in fight or flight en rest and digest. Hè. Dus je kan of stress hebben aan de ene kant of rust en herstel aan de andere kant. En ademhaling speelt daarbij vaak een rol. Dus op het moment dat je veel alerter wordt door het maskeren van die slaapdruk, hè, je vindt gewoon veel meer alertheid, gaat je zenuwstelsel ook makkelijker richting fight or flight. Daar hoort een hogere ademhaling bij. Mm-hmm. Nou, een ademhaling is zeker een van de dominante domeinen in de onrust in je kop. Dus zo kan je die koppeling kan je die zeker maken. Ja, dus op het moment dat je, hoogstwaarschijnlijk op het moment dat je die Muppet bijvoorbeeld tegenkomt, die denkt, nou, ik knik er toch nog 1 of 2 bakken koffie in vandaag. Maar je zou daarbij ook tijdens je werkzaamheden, want dat is vaak lastig om op je ademhaling te letten, maar je zou tijdens je werkzaamheden echt op een goede buikademhaling letten bijvoorbeeld, dan ga je hoogstwaarschijnlijk merken dat die stemmen in je kop ook veel rustiger zijn. Of dat als je naar die eerste bak cafeïne, koffie, dus heel erg op die buikademhaling letten, dat je misschien toch besluit, misschien de tweede toch niet nodig.
Ja. Zeg maar. Dus ik denk dat die wisselwerking het meest sterkend is. Dat het aanjagende effect zorgt voor een invloed op je centraal zenuwstelsel. Meer fight or flight, hogere ademhaling. En dan creëer je eigenlijk een beetje een vicieuze cirkel richting drukker in je hoofd. En wellicht ook wel richting die muppet. Ja. Grappig. Heeft dat ook een omgekeerde werking? Ze noemen het ook wel eens een bakkie troost. Met andere woorden, als ik een kopje koffie kan nemen en ik heb iets zwaars gaan. Ah, oh, lekker bakje koffie. Ja. Oh, en ik heb het gevoel dat ik er gewoon van ontspan. Of is dat een illusie? Ja. En ben je onder de motorkap toch richting alertheid aan het bewegen? Nou ja, nee, dat is hetzelfde effect wat ik heb met een bakken 3 chocolates ijs van Hertog. Iedereen heeft dat aan iets gekoppeld. Voor jou is dat een bak koffie. En mensen zijn zich heel goed bewust van dat een gemoedstoestand leidt tot eetgedrag. Ja. Mits je dat ooit aan elkaar gekoppeld hebt. Mm-hmm. Ik ben vroeger ook opgevoed met wow, er is echt iets heel goed gegaan. Oh, dan gaan we nu lekker een ijsje eten. Ja, zeker. Ja. Sommige ouders doen dat wel onbewust, sommigen doen het bewust en sommigen doen het juist niet. Dus ik denk dat je dat, dat je dat daaraan te danken hebt. Ja. Dat is eigenlijk gewoon gedragconditionering en dat kun je jezelf wel afleren. Maar de vraag is, heeft het daadwerkelijk dat ontspannende effect wat ik denk dat het heeft? Of doet het onder de motorkap nog steeds wat jij zojuist? Ah, zo. Ja, dat is wel lastig te zeggen, want daar gaan zeg maar wat er fysiek in het lichaam gebeurt en wat voor gevoel het geeft. Ja. Dat is altijd een hele interessante. Want als het fysiek dit en dit en dit aan reacties triggert, mm-hmm. maar je krijgt daar wel een heel fijn gevoel bij. Ja, dan ben ik wel altijd geneigd om te zeggen, als dat gevoel zo overmatig is, om dat wel voorrang te geven. Dus om wel te zeggen van ja, tuurlijk gebeurt er fysiek in het lichaam dit. Tot op een zekere bovengrens neem ik aan, want anders zouden we het gebruik van heroïne bijvoorbeeld aanbevelen. Ja, zeker. Zeker. Nou, ik zeg ook bijvoorbeeld die man die 30, 35 bakken koffie dronk. Pijntjes aan gewrichten, had daar in verloop van tijd uitschakeling naar zijn arm. Mm-hmm. Had wel wat huidklachten, was wel wat vermoeidheid en dat soort dingen. Ik denk, dan heb je iets dus laten oplopen tot een punt dat het echt ongezond is. Ja. Daarnaast had hij in zijn familie genetisch hart- en vaatziekte. Ja. Hij was zo'n beetje 45. Ik denk, dan ga ik wel richting een leeftijd dat het niet slim is. Dan moet iemand je wel de waarheid vertellen. Mm-hmm. Maar in de mate waarin je het doet. Het is ook niet dat ik elke dag M&M's eet. Ik zou het best lekker vinden. Ja, nee, ik snap het. Dat is tussendoor wel, even op de Wikipedia zijn dingen over een bakkie troost. Maar dat is niet echt een waar dat vandaan komt. Want het komt oorspronkelijk van een bakkie pleur. Ja. Mm. Een beetje discussie of dat het uit Rotterdam of Amsterdam kwam. Bakkie pleur. Oh jeetje. Maar, ik zeg Rotterdam. Oké. In de Rotterdamse haven werd alles dat binnenkwam, her of der, moest worden versleept, niet verfijnd neergelegd. Men pleurde het als het ware neer. Ook de koffie werd hier neergepleurd en wel in een bakkie. Pleur. Oh ja. Daarnaast was het bestaan van havenarbeider vaak zwaar. Men noemde een bakkie pleur dan ook een bakkie troost. Pleur zou in dit geval afstammen van het Franse woord, ik denk pleurer, wat zoiets als huilen of schreeuwen betekent. Hoewel het zwaar werk was en men lange dagen maakte, vond men tijdens bepaalde momenten van de dag troost in een bakkie pleur. Cool. Ja. All right. Oma's weetjes. Huh? Oma's weetjes. Heel gaaf, heel gaaf. Tot zover de trivia-sectie van deze eindbaasaflevering. Interessante dingen, jongen. Als je dit wil maken bij de koffieautomaten, zijn dit soort dingen. Ja, dan kun je. Hey, wist jij dat? Ja, nee. Maar wat me eraan opvalt, en dat brengt me iets bij wat ik ook heb gehoord tijdens je lezing op de 12 Wave Summit. Het had te maken met perceptie. Dus de manier waarop je naar iets kijkt. Want ik heb ook wel eens van iemand gehoord. En daar ging het over stress. Dus de manier waarop jij stress zelf beoordeelt, bepaalt het effect wat het heeft. Ja. En ik heb iemand anders ook wel eens horen zeggen. Dat ik kan rustig een kroketje eten. En ook wel regelmatig. Waarom? Omdat ik weet voor mezelf en geloof dat dat ding helemaal niet slecht is voor mij. Ja. Daardoor heeft het een compleet ander effect op mijn lijf, als dat ik het zit te eten, wetend of denkend, dat het niet goed is voor mij. Dus de mentale staat waarin ik het zeg maar consumeer, bepaalt ook het effect wat het op me heeft. Is dat waar of is dat nonsens? Nee, dat is waar en dat is heel interessant. En er zijn twee dingen die me het eerste binnenschieten, die ik vaak tijdens cursussen ook vertel. Aan de ene kant, ook al ben je er niet van bewust, dus ook al heb je die overtuiging niet, mm-hmm. dan zijn er voorbeelden van. Er is een keer een documentaire geweest. Ik weet niet hoe die heet, maar er was een heel oud mannetje.
89 jaar, was een aantal jaar geleden zijn vrouw verloren, had een klein boerderijtje. En de enige wat hij nog deed was op zijn akkertje wat dingetjes verbouwen. En hij fietste dagelijks naar een kapelletje, wat hij schoonhield. Want dat vond hij heel belangrijk dat mensen daar konden komen en een rust konden vinden. Mm-hmm. Ik vond het ook een mooi verhaal. En die man die at zo eenzijdig en zo ongezond. Want die man die had nooit zelf leren koken. En die vrouw was weggevallen. En hij had zoiets van, nou, ik ga mezelf wel redden. En dat schijnt allemaal zo ongezond te zijn aan eten. Dat als je zeg maar daar een sommetje van maakt. Van wat moet je aan vitamine, mineralen, eiwitten, vetten moet je binnenkrijgen. Dan zou die gast gewoon ouderwets zeg maar schurbuik moeten hebben. Het zou echt niet moeten kunnen. En toch, als je dan die man checkt op bloedwaardes en zo, was daar helemaal niet zo heel veel aan de hand. Misschien een beetje vitamine D. Dus die man was er niet eens van bewust dat het zo was. En er zijn dan hele mooie studies die dan zeggen van, ja, maar als iemand dus echt een overtuiging heeft, schoonvegen van een kapelletje of een reden om in leven te blijven, of een andere geloofsovertuiging, wat dan ook, dan wordt er best wel vaak gesuggereerd dat dat eigenlijk overkoepelend sterk is, om het maar zo te zeggen. En aan de andere kant vind ik een hele gave, dat is echt wel een goede wetenschappelijke studie. Noemen ze de milkshake study, waarin ze hebben gekeken naar het verzadigingshormoon. Mensen moesten 's ochtends nuchter blijven, gingen naar een bepaalde kliniek, werden daar aangesloten op een intraveneus ding om bloed zeg maar door te circuleren. En die kregen, de ene groep kreeg een milkshake met een etiket, Sensi Shake. Guilt-free pleasure, 0% vet, maar 200 calorieën, et cetera, drinken. En dan kijken wat je hormoon ghreline doet. Dus in hoeverre je verzadigd bent eigenlijk. Dat is het hormoon wat dat aangeeft. Yeah. Aan de andere kant kwam er echt zo'n Burger King-achtige shake. Weet je wel, van die wil je niet hebben. 800 kilocalorieën, zoveel vet, zoveel dit, zoveel dat. Ook drinken. En je zag dat die groep van de guilt-free pleasure, de nette shake, een beetje de hipster shake misschien wel. Yeah. Dat die dus hele ongunstige waardes ghreline hadden. Die waren dus niet verzadigd van die shake. En dus die hadden zoiets van, ik kan eigenlijk nog wel meer eten. Terwijl die andere groep was totaal verzadigd. Gewoon een gigantische drop in die verzadiging. Waarbij uiteindelijk natuurlijk de conclusie van die studie was dat er in beide milkshakes exact hetzelfde zat aan calorieën. Maar dat alleen het etiket anders was. Wat dus heel sterk in lijn is met jouw verhaal. Dat je zegt van in dit geval wisten ze het niet. Je kan wel iets denken dat het zo is omdat je onderdeel bent van een studie. Maar je zou dus zeggen, er komen letterlijk 400 kilocalorieën je lichaam binnen. Dus je lichaam reageert op 400 kilocalorieën. Dat is logisch, hè? Dat zou je zeggen. Terwijl het eigenlijk dus in dit geval zo was dat die etiketten bepaalden hoe ver die hormonen daarop gingen reageren. Wat dus aansluit op jouw verhaal. Hoe ver kan dat gaan? Zou het kunnen zijn als je cola drinkt en we zouden mensen helemaal kunnen mindfucken dat dat echt gezond is? Kan dat? In hoeverre kan je dat pushen? Ja. Dat is op zijn minst interessant. Ik denk dat als je mensen vertelt dat cola antibacterieel is en dat het ervoor zorgt dat je niet meer ziek wordt, dat als je het drinkt dat je dat gelooft. Ja. Zo van, dit moet wel iets doen met je. Ja. Het komt in ieder geval ook bij dat de overtuiging van mensen, ik coach natuurlijk met regelmaat ook nog wel eens mensen, en tijdens cursussen krijg ik ook heel veel vragen van mannen die zeggen, maar ik doe dit, ik doe zus. De overtuiging van iemand, als hij denkt dat iets echt heel slecht is, dan kan hij meteen een reactie voelen dat hij een beetje dizzy wordt, een beetje misselijk. Terwijl iemand anders die dat eet, dat helemaal niet heeft. Ja. Dat zijn wel, dat zijn hele interessante kwesties. Het ligt heel dicht tegen placebo en nocebo aan natuurlijk. Ja. Ik bedoel, dat is hetzelfde. Je kan iemand een suikertablet geven, zeggen dat het iets doet en dan doet het iets. Alleen, aan de andere kant, we hadden hier laatst een microbioloog zitten, Hans Klevers, en die zegt, dit werkt wel, maar wel op subjectieve beleving. Hoewel jij zegt, het doet ook hormonaal iets. Ja. Kijk, hij zegt, werkt wel, maar niet tegen dingen als kanker of zo. Nee. Snap je? Want dat is toch wel echt een ding. En ik zit me dan af te vragen of dit effect op de, als je echt gelooft dat cola goed voor je is, dan doet het misschien op de korte termijn, Als je dat geloof hebt, niet die dingen die het zou doen die je verstoren, maar op de lange termijn zal het toch echt wel iets gelopen of zo. Ja. Maar ik vind het fascinerend dat... Ik ben geneigd om dat ook te zeggen, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe we hier ook kwamen, die mindset in stress, dan hebben ze al lange termijn studies gedaan. Hè? Want we gaan er altijd vanuit, stress is slecht en als je er veel van hebt, dan ontwikkel je eerder hart- en vaatziekten, herseninfarcten en dat soort zaken. Dan is er ook een lijn die je kunt volgen van mensen die zeggen, ik weet wel dat stress slecht is. Ik heb gewoon niet zo heel veel stress gehad in mijn leven. Mm-hmm. Die mensen die hebben significant minder hart- en vaatziekten en dat soort zaken. Dus dan kan je zeggen, dat klopt, stress is slecht. Maar dit
nou ja, wat sommige mensen zeggen, placebo effect, wat ik noem het mindset effect als het gaat om stress. Als je mensen een andere perceptie geeft of stress, maar ze hebben wel het gevoel dat ze stress ervaren, hè, maar ze gaan daadwerkelijk gewoon positief tegenover stress staan, dan zie je dus aan het eind van de rit dat die niet gevoeliger zijn geworden voor hart- en vaatziekten, et cetera. En dat die dus eigenlijk horen bij de groep die zeggen van, oh, ik heb helemaal niet zo heel veel stress ervaren. Dus daar zit al wel een lange termijn bewijs in dat mogelijk is. Mm. En dan weet ik niet inderdaad hoe ver je dat kan trekken met cola, winegums, nou ja, noem alles maar op. Maar bij stress is het in ieder geval zo dat als je dus uitgaat van het negatieve stressbeeld met het hele verhaal van cortisol, mm-hmm. of je focust je ook op DHEA, wat we tijdens de summit over hadden, dan gebeurt daar dus op lange termijn daadwerkelijk iets anders. Mm. Mm. En dan heb je het wel over herseninfarcten, hart- en vaatziekten. Hebben we het nog niet over kanker? Daar zijn geen studies over, voor zover ik weet. Maar denk je dat onze relatie met stress door de tijd heen dan misschien veranderd is? Want als ik dit zou beluisteren en ik ga terug naar waar we vandaan komen. Biologie, moeder natuur. Waarom zou moeder natuur een constructie hebben? Moeder natuur in het wild wordt je blootgesteld aan stress. Punt. Ja. Gaat gebeuren. En als we nu worden blootgesteld aan stress, denken we dat dat slecht voor ons is. Maar we komen uit een situatie waarbij we het regelmatig meemaakten. Sterker nog, het was een deel van de alle dag, zeg maar. Ja. Ja. Dus ergens zijn wij gaan denken dat stress slecht voor ons is. Terwijl het misschien in het verleden wel heel erg goed voor ons was. En denk jij dat wij anders tegen stress gaan aankijken door de loop der tijd? Want op het moment dat we onszelf er weer op attenderen dat het eigenlijk helemaal niet zo slecht is en dat het sterker nog misschien zelfs opbouwend kan zijn, dan verandert de werking ervan direct op ons. Ja. Dus ergens is, want als moeder natuur het helemaal voor het zeggen had en het gaat voor optimale systemen, dan zou het bij moeten dragen, denk ik. Ja. Maar ergens is het tegen ons gaan werken. En nu we weer zeg maar, het erover hebben van, ja, maar het is helemaal niet slecht, het is opbouwend, verandert de werking weer. Dus daar zit ergens een... Klopt. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou ja, ik zeg zowel in lezing als tijdens cursus, ik zeg, we zijn... stress is niet slecht voor ons. Want mensen zeggen, ja, de druk van de maatschappij en de sleur van vandaag de dag. Tuurlijk zitten daar veel minder rustmomenten in. En dat is belangrijk om dat in te bouwen. Dat is altijd iets om te benadrukken. Maar los van dat we zeggen, we zijn steeds meer stress gaan ervaren, zeg ik altijd, nee, we zijn gewoon echt heel slecht geworden in stress. Ja. En als je kijkt naar... ik weet niet waar dat begonnen is, want zo lang ben ik ook niet op deze aardbol. Maar je ziet in ieder geval social media, kranten... hoe mensen hun kinderen opvoeden, zien we continu dat we mensen behoeden voor het feit dat er stress is. In plaats van op het moment dat er stress er komt, we zeggen van, hey, interessant, probeer daar eens van te leren en probeer daar de volgende keer eens beter mee om te gaan. Dus als je op een verjaardag, op je werk, wat dan ook, je komt iemand tegen en je vraagt hoe gaat het, dan zeggen we altijd druk, 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 druk. Weet je wel? En oh, ik hoop dat dit maar goed gaat volgende week. En we worden 's ochtends wakker en we denken, nou, ik hoop dat we maar het eind van de dag halen. En al die uitingen in cultuur, zeg maar, hè, dat draagt heel erg bij aan dat we slecht zijn in stress. Wat me nu te binnen schiet trouwens, is wel een hele belangrijke. Eigenlijk is het begin van stress is gekomen in jaren 40, waar eigenlijk de beroemdste stresswetenschapper onder de naam Hans Seyer, die heeft eigenlijk stress voor het eerst een naam gegeven. Ja, ja, ja. Daarvoor had stress nog geen naam. Dus dan zeiden ze niet van, oeh, je hebt heel veel stress. Maar dan zeiden ze gewoon, weet ik veel, je hebt druk. Of weet ik niet wat ze daarvoor zeiden. Die man, die is begonnen met ratten. En die was die gewoon aan het injecteren met iets. Dus hij was gewoon reacties aan het uitlokken. En een paar ratten met een zoutoplossing en een paar ratten met een hormoon. Mm. Gewoon kijken wat het doet. Dus hij was helemaal niet bewust met stress bezig. Maar hij merkte wel dat beide groepen ratten ook voor een heel groot deel zelf de klachten kregen. Wat huidproblemen, bijvoorbeeld cortisol, nou ja, dat soort zaken. En de ratten werden eigenlijk allebei wel ziek. En hij heeft op een gegeven moment, hij is als eerste de link gelegd van, hey, misschien is het wel dat wat ik aan het doen ben. Dus ik pak die rat uit een kooitje, ik injecteer ze met iets, weet je wel, dat soort dingen. Ik doe ze pijn. Misschien is dat wat ik doe wel hetgeen wat leidt tot deze symptomen. Daarvoor bestond dat nog niet. Daarvoor was het ook zo, want hij werkte voordat hij als wetenschapper werkte. Werkte die als arts in een ziekenhuis. En toen hadden we nog zoiets dat heette het sick syndrome. Dus mensen die wel klachtjes hadden, maar het paste nog niet in onze hokjescultuur, hè, wat we het medische circuit heel graag zien. Paste er niet in, dus ja, dan had je het sick syndroom. Net als een beetje het prikkelbaar darmsyndroom van vandaag de dag. Dat is ook weer zoiets. Dus die mensen waren gewoon ziek, klaar.
En hij dacht, hé, maar wacht even, ik heb die mensen toen wel in de kliniek best wel gezien. Nu ben ik dit met die ratten aan het doen. Zou het niet zo zijn dat die prikkel, stress, niet ook bij die mensen van toepassing is, maar dan van werk, van de belastingdienst, van wat anders? Mm-hmm. En nou ja, dat is zeg maar zijn levenswerk geweest. Hij is daarvoor genomineerd voor een Nobelprijs, volgens mij wel 14 keer. Je hebt het stressmodel van Zeijen, wat ook gaat. Je hebt eerst stress, dat is goed, en dan gaat tot uitputting en het ultieme stadium is dood. En dus je gaat dood aan stress. En dat is eigenlijk de richting vanaf toen die we altijd onderzocht hebben. Dus hij heeft gezegd, hey, stress is slecht. En rennen voor een leeuw vroeger is nu net zo slecht als stress hebben van de blauwe envelop op je deurmat. Mm-hmm. Of de stress van je werk. Die heeft gewoon gezegd, joh, dat is gewoon hetzelfde. En er zijn heel veel quotes van die wetenschappers die dat doen zo. Hele sterke quotes waarvan je denkt, nou, is niet een beetje overdreven allemaal. Maar in die richting hebben we al onderzoek gedaan. Als je in die richting onderzoek doet, dan vind je ook dat resultaat. Ja. Dus als wij in de media en tegen elkaar zeggen, stress is slecht, dan voorzichtig en doe een beetje rustig aan. En burn-outs rijzen uit de grond en allemaal dat soort dingen. Als we daar allemaal heel spannend over doen, dan krijg je van dat fenomeen krijg je nog meer stress. Ja, tuurlijk. En omdat je alleen maar weet dat stress negatief uitwerkt, kan je op het moment dat je stress hebt niet kiezen. Mm. Je weet gewoon, hey, stress gaat een negatieve uitwerking hebben. En dat heeft het ook. Ja. Ik ben een beetje blijven plakken in wat je vertelde net over het feit dat we gewoon minder goed zijn geworden in met stress omgaan. Mm-hmm. En dat vind ik interessant. Want wat eigenlijk misschien onze voorouders gewoon beter konden, was dealen met stress. We waren gewoon resistenter, waren weerbaarder. Ja. Niet in de laatste plaats in fysieke zin. Want we zijn ook steeds softer geworden. Wanneer werden we softer? Du moment dat we nederzettingen zijn gaan bouwen. Je had het net over cultuur. Ja. Een boel van de stressoren die je momenteel benoemt lijken allemaal cultuur, niet echt fysiek dreigend. Zijn allemaal gekoppeld aan de sociale dynamiek. Die zeer veel sterker werd op het moment dat je niet meer in kleine groepjes loopt. Of misschien wel iets. Hij wordt breder en daarmee chaotischer misschien in plaats van intenser en nauwer. Maar desondanks, op het moment dat we landbouw hadden, steden, huizen, een deken over terwijl je lag te slapen, weet je wel, dat soort dingen. Weet je, dus eigenlijk steeds softer. En toen kwamen we dus in een versnelling van de maatschappij. En toen werd die weer stressvoller, maar we zaten nog met het feit dat we wat versoft waren. En nu moeten we eigenlijk weer harder worden. Ja. Dus waar ligt de oplossing? Ligt de oplossing in de maatschappij zo verder de scherpe randjes ervan afhalen dat het ons allemaal niet meer zeer doet? Of moeten wij gewoon beter tegen de scherpe randjes leren? Ja. Nou ja, ik hou heel erg van het laatste. En ik denk dat je in een discussie dat je nooit tot conclusie kan komen van het andere. Je kan niet maar zeggen inderdaad van, oh, we moeten alles maar weghalen en dan leven we een stressvrij leven doen, en dan zijn we gelukkig. Want er zijn zoveel onderzoeken die laten zien, neem bijvoorbeeld mensen die met pensioen gaan. Mensen die met pensioen gaan, die worden heel vaak, heel snel, heel ongelukkig. Mm-hmm. Als ze geen andere invulling hebben. Mm-hmm. En plekken in de wereld, dat is ook een ander onderzoek, gewoon grote bevolkingsonderzoeken. Plekken in de wereld waar we het meest succesvol zijn en zeggen dat we het meest gelukkig zijn, ervaren we ook het meeste stress. Dus die hebben met elkaar te maken. En ik ben het helemaal met je eens dat in opvoeding, eerst inderdaad onze hele cultuur van landbouw naar dit, dat scheelt ons al een hoop stress. Ja. Maar als je ook kijkt aan opvoeding, er is zoveel handje boven het hoofd. Je speelt niet meer in de modder, je mag niet meer ziek worden, niet meer dit. Alle weerstanden worden weggehaald. Mm-hmm. Ik hoor heel vaak op de sportschool, zodra het gaat om een beetje pittige krachttraining. Ik post heel af en toe een keer een PR'tje online of zo. Dan zeggen mensen, nou, ik kan me niet voorstellen dat dat goed is voor je lichaam. Ik zei, ja, ik... Sorry? Noem eens een PR'tje. Vind ik wel een PR'tje. Ik had laatst een 3 RM, hè, dus 3 herhalingen. Ja. Hang power clean, dus Olympisch gewicht heffen, van 100 kilo. Dat klinkt mannelijk. En dat is ook heel mannelijk. Dat is wel mannelijk. Dat is gewoon mannelijk, ja. Ook even dit compliment, hoor. Dankjewel. Maar dat is wel, heel veel mensen die kijken en die zeggen, ik weet niet of dat goed is. Als je het hebt over weerstand overwinnen, dan kan dat psychisch, maar dat is ook fysiek. Ja, als je het hebt over, ik zeg ook heel vaak tegen mensen, het vermogen om te kunnen thermoreguleren, om te gaan met temperatuur. We zijn altijd in 20 graden. In de auto, als het buiten kouder is, doen we iets aan. We zijn altijd comfortabel. We trainen niet meer oncomfortabel. Het is allemaal, je ziet heel vaak in de sportschool een beetje zo cardio op cross trainen. Een beetje relaxed. Absoluut niet te veel weerstand. Gewoon lekker geen impact op je knieën. Nee, precies. Ja. Geen impact, nergens niet. En er zit, nou, met stress hetzelfde, weet je wel. Oh, er komt stress aan. Nee, ontwijken. En we leren het onze kinderen. We doen het zelf, et cetera, et cetera. Dus alles bij elkaar heeft er inderdaad wel toe geleid dat we softer zijn geworden. Mm-hmm. Dat is wel zo. En ik ben zelf ook, vind ik zelf, best een gevoelige man. Ik heb ook wel emoties en zo. Maar als je kijkt naar de bouw ook van de gemiddelde man en hoe die met stress omgaat, dan ja, een beetje zo minimaal
ingekrompen, dun, weet je, er zit niks echt mannelijks meer aan, zeg maar. En dat heeft niet alleen maar met fysieke training te maken, dat heeft natuurlijk met alles te maken. Nou, dus ik denk dat het wel een heleboel met fysieke training te maken heeft. Sowieso, ik vind het voorbeeld van 100 kilo boven je hoofd uit kunnen tillen, dat kan toch niet goed voor je zijn? Ik denk juist wat mij heeft laten inzien dat het beter is om te trainen voor gewoon supersterk zijn in plaats van mooie spieren, is gewoon heel simpel. Hey, luister, als jij eens een keer flikkert, hè, valt of je komt in een ongeluk terecht, wat bepaalt hoe jij daaruit komt? Hoe sterk jij bent, hoe sterk je spieren zijn, je botdichtheid, is gewoon super simpel. En weet je hoe je die heel goed kunt opbouwen? Dat zware trainen. Dingen op te tillen. Dat gewoon onderhevig aan druk blootstellen. Dat is basically wat je doet. En dan wordt je lichaam steeds sterker en kan die 100 kilo kan straks 120 kilo worden. Je begon waarschijnlijk met minder. Voordat die 100, het was niet zomaar aan drie rem. Precies, je begint met een lege stang, techniek, dingen. En dan kijk je eens wat je kan. Ik krijg dat vaak te horen, dat is een superleuke tegenstrijdigheid, vind ik altijd, om uit te leggen. Aan de ene kant komen mensen best wel naar me toe en die zeggen, joh, waarom doe je dit en dit in je ochtendritueel? Waarom doe je dat? Waarom geef je zoveel geld uit aan dat je denkt dat het gezond is? Is dat allemaal wel niet doen? Weet je wel, is dat nou echt zo goed voor je gezondheid of is dat gewoon obsessief dingen doen? Terwijl aan de andere kant heel veel mensen vaak aan mij vragen, hey, alles wat jij de afgelopen jaren gedaan hebt, hè, en je ziet er nog steeds zo uit. Je hebt zo'n hoog energieniveau altijd. Je bent er altijd voor je vrienden. Je vriendin klaagt eigenlijk praktisch nooit dat je er nooit bent. En dat je bijvoorbeeld niet fit bent. En dat is een hele leuke tegenstrijdigheid. Want mensen willen heel graag weten van, hey, hoe doe jij dat nou? En aan de andere kant zeggen andere mensen wel eens met een kritische blik van, ja, maar... Ja, waarom doe je nou zo obsessief? Ja, dat is het beste om aan te geven. Ja, maar die laatste groep mensen zichzelf met name aan het vrijpleiten. Dat zij het niet doen en dat vinden ze vervelend. Je zoekt gewoon naar een bevestiging dat het niet hoeft. Ja, dat is het. Een van de grootste voordelen van onze training die we nu hebben met 6 keer per week weer trainen. En dan, weet je, als ik vroeger 4 keer per week jiu-jitsu deed, dan deed alles pijn. En nu... nu begint ook alles pijn te doen. Ja, zeg hou op, jongen. We zijn altijd op een punt gekomen dat we een soort van met de hamer geraakt worden. Maar... het voelt wel heel erg fit en gezond en goed. En dat je gewoon mobieler wordt, dat je sterker wordt. Ik ben supergoed in mijn energie. Als ik nu, ik ga altijd vroeg naar bed. Als ik om 9:30 in mijn bed lig, word ik om 6:30 wakker. Hoef ik geen wekker meer voor te zetten. Perfect. En dat had ik eerst niet, weet je. En ik heb energie te over. Ik deed nog wel eens een middagdutje 's middags. Dat doe ik misschien ook nog niet eens meer echt. En 's avonds nog wel energie over. Bij mij werkt het heel erg op mijn mood, op mijn emotionele gestel, zeg maar. Angstige gedachten en zo. Het is echt... En ik denk dus dat jij door dit trainen nu andersom gaat met stressvolle situaties als de meneer waar je het zojuist over had. Ja. En dat komt niet in de laatste plaats door wat, denk ik, hormonaal nu allemaal onder het spiegel... Even los van het feit dat je keer op keer een overwinning boekt, want zo voelt elke training afvinkt toch wel eventjes. Ja. Dus je leert jezelf, oh, ik kan dit. Maar tegelijkertijd, ja, als jij zware shit optilt, gebeurt er onder motorkap van alles. Testosteron die in de laatste plaats, denk ik. En ik denk dat die dat een hele grote bijdrage levert aan je zo voelen zoals jij hem schrijft. Opgewekt, doortastend, actiegericht. 100%. Ja, daar ben ik van overtuigd. Ik heb voor mezelf gemerkt dat het verschil, want je gaat natuurlijk de grenzen opzoeken van wat te veel is, maar je gaat ook de grenzen opzoeken van wat net genoeg zijn. En ik merk dat als ik soms dan had ik niet even de tijd om mijn circuitje te doen, mijn Murphy of zo heet dat in CrossFit termen. Die Murphy, of dat was een workout, maar een soortgelijke. En dan raffelde ik dat net even af, dat ik net niet over het tipping point kwam van dat was even pittig, weet je wel. Maar dan was het een soort van, nou, ik heb het gedaan en dan ga je weg. Ja, ja. En dan had ik daarna niet dat satisfying gevoel van, oké, ik heb nu een goede workout gehad. En dus over die grens heen gaan en dan het liefst dan ook wel 6 keer per week op verschillende manieren. Het kan prima. Voel me er super goed bij. Ja. En het is wel echt een hele goede. 100%. Nou, dat is een mooie. Ik kwam het zelf nog tegen. Ik ben wel iets bewuster gaan trainen voor de daadwerkelijke Murph. Hè, dus met een gewichtsvest van 9 kilo. Eerst een mijl rennen, 100 keer optrekken, 200 keer opdrukken, 300 squats en weer een mijl rennen. Heb je het hier over pull-ups of over chin-ups? Nee, we hebben het hier over pull-ups, maar met CrossFit mag je dat natuurlijk met kipping of butterfly. Okay. Ja, dus het is niet per se strikt. Dat scheelt echt aanzienlijk, maar dan nog is het verschrikkelijk. Ik heb hem dit jaar voor het eerst gedaan. Ik ben erin zeker niet de snelste. Ik heb dat nu in 1:17 gedaan in mijn uppie. Het was echt ook als je het over hebt, een mentale slag. Maar ik ga nu, ik heb nu wel bedacht van, hey, wacht even, ik wil volgend jaar wil ik hem wel significant sneller doen. En gisteren was een mooi voorbeeld. Ik kwam thuis, gewichtsvest aan. Rennen. En ik had bedacht, hey, weet je wat, ik ga daar een rondje rennen. En als ik dan kom, dan doe ik squats, push-ups en dan ren ik weer. Ik kon daar geen pull-ups maken. Dus ik dacht, oké, doe ik dat. Ja.
En ik dacht dat het rondje om en nabij 400 meter was, had ik bedacht. En toen ik de hoek om was, zag ik dat dat pad helemaal niet die kant op ging, maar dat het die kant op ging. En toen werd het rondje minimaal 2 keer zo lang. Ah. En in plaats van te denken, oh nee, maar dan verzin ik even een nieuw rondje, dacht ik, fuck it, blijf gewoon lopen. Ja, ga, dan of iets langzamer of iets meer kapot. En dat is ook een stuk stress. Hè? Je denkt, oké, het is al oncomfortabel met zo'n vest van 9 kilo. Shit, je kan nu stoppen of je gaat door. En ik heb niet eens getwijfeld. Ik denk, fuck, ik ga gewoon een extra. Houdt wel een keer op. En dat is ook wel, weet je, wat je in fysieke training zeker wel, wat mensen wel kunnen leren in ook hoe je met stress omgaat. Een heel interessant ook, daar heb ik wat onderzoek naar gedaan, omdat ik afgelopen jaar veel bezig ben geweest hoe je oud trauma uit je lichaam kan krijgen. Omdat dat zich ergens opslaat in je lichaam. Ja. En dan hebben ze allerlei testen met dieren gedaan. Dat als je een schaap of een koe, dat pakten ze dan op en die legden ze dan op zijn rug. En dan gingen ze gewoon weer weg. En dan had dat beest wel even stress, want hij werd opgepakt en op zijn rug gelegd. Maar vervolgens stond hij op, schudde hij even met zijn kop of met zijn poten en dan was dat klaar. En dat deden ze keer op keer. En dat gaf in de waardes van het dier gaf dat eigenlijk weinig effect. Dus een kortstondige stressprikkel die niet blijvend was oké. Ja. En vervolgens legden ze een soort U-vormig schotje neer, waardoor ze een beest op zijn rug legden, maar dat hij niet kon kantelen. Dus daar kwam een soort onmacht aan te passen. Ja. En dat is waar beesten inderdaad echt de stress van kregen. En toevalligerwijs ben ik onlangs bij Korps Commandotroep geweest. En toen hadden we het daarover, over PTSD en dat soort dingen. Mm-hmm. En daar zei die man dat onmacht. En dat was op basis van wat we hier met Mark en Jeroen hebben besproken. Twee jongens van een arrestatieteam en antiterrisme-eenheid. Die had een keertje voor een vizier gelezen als sluipschutter. En die zag dat iemand werd verkracht, maar hij mocht niet ingrijpen. En toen had hij het over die onmacht. En dat vertelde ik daar. En toen zei hij, ja, een onmacht is dus de nummer 1 veroorzaker van PTSD. In situaties dat je niks kan doen en erge dingen ziet en dat soort dingen. Mm-hmm. Dus ik denk dat ook een hele hoop, daar heb ik over na zitten denken. En dan is het stukje onmacht, dat is dus hetgeen wat ons echt stress geeft. Mm-hmm. Want die tijger die ons achterna zit, dat is denk ik hetzelfde als de auto die ons bijna aanrijdt. Mm-hmm. Daar schrik je van. Maar als dat normaal in je leefomgeving is, we zijn omgeven met auto's, het gebeurt mij jaarlijks wel een paar keer dat ik even mijn uit aan het kijken met mijn auto, toch? Ja, bij de dood, ja. Maar lig je daar wakker van? Nee. Nou, soort van niet, weet je wel. Nee. Maar de continue stress die we onszelf opleggen door bijvoorbeeld social media of vriendjes of dingetjes, dat vergelijkingsgebeuren, dat lijkt wel echt een continue. Dat is eigenlijk dat U-vormige houtje wat onder je rug ligt, lijkt wel. Je machteloosheid. Ja. Maar ja, we hadden het. Als je daar dus niet mee om kan gaan, als je dus niet weerbaar bent daarin. Had het aan het begin van de podcast even over. Hè? Dat is waar die stoïcijners zo ongelooflijk op zitten. Hè? Wat Toon Gerbrands eigenlijk gewoon beheersbaar, onbeheersbaar. Ja. Sommige shit ligt buiten je controle. Kun je niks aan invloed op uitoefenen? Kun je stress om hebben? Is zinloos. Ja. En je moet jezelf conditioneren om je daar niet druk om te maken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Daarom is er ook een hele filosofische stroming omheen gebouwd. Ja. Maar desondanks, dat is wel waar het op neerkomt. Ja. En als je machteloosheid, want je voelt het niet alleen als operator in een antiterrorisme-eenheid. Misschien voel je het ook wel als je vastzit in een bepaald carrièrepad. Of in een relatie. Ja. Of mensen om je heen doen dingen. Waarvan vind ik, oh, doe het nou toch niet. Ik bedoel, de meeste machteloosheid heb ik ervaren destijds in het alcoholisme met mijn moeder. Ja. Ik had gewild dat toen dit boekje, zeg maar, tot me had kunnen nemen, dat had me een boel stress en gedoe kunnen besparen. Ja. Maar nee, herkenbaar. En ik denk dat als mensen nu een soort inventarisatie maken van de dingen waar ze het meest stress van hebben, dat is vaak het zijn altijd dingen die niet beheersbaar zijn. Vaak is het nummer 1, mening van anderen. Ja. Als je iets geen invloed op hebt, dan is dat wel. Ja. Snap je? En ja. Ja. Ik merk dat sinds ik, en natuurlijk bij Toon had het dan wel een beetje gehoord, maar ik probeerde nu een dagelijkse oefening van te maken, om daar even aan te denken. Oh, ik zit nu al anders in het verkeer. Ik ga nu al andersom met dingen die gebeuren waarvan je denkt, is vervelend. Maar direct is onbeheersbaar. Ja, precies. Dat is heel mooi. Nou, ik denk wel, binnen mijn 6-domeinen-model zeg ik ook altijd, ik doseer het fysieke. Mm-hmm. En dan zit ik in mijn docentenrol en dan kan ik daar iedereen alles over vertellen. Ik denk waar we het nu over hebben, dat is een super waardevolle aanvulling. Hè? Want naast al het fysieke wat je kan controleren, is het gevoel van onmacht en dat soort zaken. Heb ik de laatste jaren zelf ook mogen ervaren dat zeg maar het stuk wat jullie ook veel doen, persoonlijk leiderschap en gewoon mensen inzicht te geven om daar beter te komen. Daar zit ik zelf in mijn studentenrol. En ik heb daar de laatste jaren ook heel veel stappen in gemaakt om in ieder geval al veel minder druk te maken om wat anderen vinden. En, ik denk dat het zeker een hele belangrijke aanvulling is. Dat is lastig is dat je gevoel is daar echt in. Hè? Want iemand voelt zich echt onmacht. Of iemand voelt echt dat hij. En dat is echt.
Ja. Dus daarvan kan je niet zeggen, hey, bla bla bla. Dat is niet zo. Alleen om iemand helder te krijgen dat als je dit touwtje hebt, dat het uiteinde zijn je gevoelens. En het begin zijn je gedachten. Dus je gevoelens zijn echt. Kan niemand over discussiëren, want die voel jij zo. Mm. Alleen wat het veroorzaakt zijn gedachten. En daar kan je vragen bij stellen of dat echt zo is. Ja, ik denk dat klopt. Ja. Interessant. Heeft dit te maken met je perceptie. En dat is dus het grote ding, dat kun je dus leren. Want sommige mensen, ja, maar ik vind dat moeilijk en dan dit. En ja. Dan lopen ze helemaal op te winden. En het is het oefenen van je geest in het daadwerkelijk inzien van bijvoorbeeld het feit onbeheersbaar, beheersbaar. Maar wat ook een hele mooie was, die hoorde ik laatst bij een hele bekende angel investor. Die zat bij Joe Rogan. En die probeerde in elke situatie heel bewust het positief te zien. Ja. Wat er ook gebeurt, positief. En hij zegt, dat duurde even voordat ik dat kon. Hè? Want de eerste week doe je dat met heel veel enthousiasme en dan lukt je dat wel. Maar in week 2 en 3 beginnen irritante mensen toch al behoorlijk irritant weer te worden. Ja. Week 4 denk je, ik ga ermee stoppen. En als je dan toch doorgaat, na ongeveer een half jaar merk je dat je geest op een gegeven moment standaard voor de positieve optie kiest. Ah, ja. Maar daar heb je gewoon een tijd lang voor nodig. Het is gewoon gewenning inderdaad. Ja. Nou, ik denk dat het is een van de dingen die mij wel redelijk makkelijk afgaat, denk ik. Want het is... Ik denk dat weer een goede anderhalf jaar geleden is dat het hier met die ondernemersgroep dat was. En toen weet ik nog dat jij op je roadmap had staan. Ik wil graag bereiken. Hoe had je dat daar staan? Zero fucks given. Zo van, wat andere mensen vinden, maakt me niet uit. En ik merkte toen jij dat zei, van, ik heb daar eigenlijk zelf als persoon ook wel last van. Mm-hmm. Als op de Facebookpagina bijvoorbeeld, dan deden we een mooie post om behandelaars en trainers dingen te leren. En dan zijn er altijd mensen die daar negatief op reageren. En ik kom daar de eerste keer en dan kon ik eigenlijk van wakker liggen. Dat ik denk, van die personal trainers en coaches die het dan net even beter weten. Ja, die. Ja, die. Ja. Even laten zien hoe goed zij het wel niet kunnen en dan ten koste van jou. Ja. Ik haat dat soort mensen. We hebben dat in Nutrofit ook wel, omdat we dat heel erg hebben ingestoken op high-end supplementen. En dan pakken we af en toe de informatie klakkeloos over van een Amerikaanse site. Van hun als merk zijnde. Ja. Want zij voorzien ons gewoon van die marketing. En dan wordt daar verwezen naar een paar onderzoeken. En dan krijg je altijd van die... Ja, hoe zou ik het, van die muggenzifters die dan inderdaad gaan ontleden. En wat is dan het wetenschappelijk bewijs? En dan, dude, wat is wetenschappelijk bewijs, weet je? Ja, klopt. Nou ja, daar heeft denk ik iedereen die online wat doet, heeft die daar mee te maken. Maar ik merk dat wel, ik ben vanuit mezelf, ben ik eigenlijk vanuit vroeger ook al wel best wel rasoptimist. Mm. En mijn andere superkracht, ik doe gewoon. Heel veel mensen vinden het moeilijk om iets te gaan doen. Als ik denk, dat wil ik, dan doe ik het. Dat zijn denk ik ook pijlers binnen het persoonlijk leiderschap. Want dat is niet mijn terrein. Hè? Maar ik heb in ieder geval gemerkt toen jij anderhalf jaar geleden zei van... Hey, zero fucks given is een doel. Was voor mij het inzicht dat ik dacht... Ja, ik vind het eigenlijk ook belangrijk. Want ik kan veel te druk zijn met wat mensen posten. Ja, en elk uur wel teruggaan naar Facebook om te kijken of dat al gevorderd is. Weet je, kon me heel druk om maken. En toen ik dat hoorde dacht ik... Oh ja, verrek. Ja, prima. Nou, doen dus. Hè, daar een punt van maken. En ik merk dat ik nu als mensen zoiets posten, dat ik denk, dat maakt me echt niet druk om. En als mensen dan tegen mij zeggen, oh, heb je die post gezien met die reactie? Ja, prima. Post and drop, man. Ja. Gewoon niet meer kijken. Ja. Ja, maar ik denk wel dat inderdaad dat heel veel mensen dat wel veel meer zouden kunnen gebruiken. Veel mensen die hun energie totaal laten verliezen in het... Ik had bijvoorbeeld een keer een vrouw die zei, ja, ik had zo laag in mijn energie. En die had allerlei aanknopingspunten, wel darmen en slapen. Nou, verder in het gesprek kwam ik naar voren. Ik zei ja, toen ging het even kort over vrienden en zo. En toen vertelde ik kort dat ik wel wat selectiever was geweest de laatste jaren in wie ik in mijn omgeving had. En mijn allerbeste vrienden kan ik gewoon op 1 hand tellen. Het zijn er 5. En daar meet ik dan 1 per 2-3 maanden mee of zo, soms nog wel langer. En die vrouw die zat me echt aan te kijken. En dat is zo van, dat zou voor mij de ideale situatie zijn. Die ging meerdere malen per week een bakkie doen met een vriendin. Terwijl ze daar altijd negatiever uitkwam. Ja. Dus toen zei ik tegen haar heel simpel. Ik zei, nou, je kan er ook voor kiezen om daar een einde aan te maken. Hou je veel energie over. Ja, dat was wel echt onmogelijk. Hè? Ja. Dat was echt de moeilijkste opgave. Ze kon wel anders gaan eten, ze kon wel beter gaan slapen. Ja. Maar het stukje persoonlijk leiderschap wat haar zou moeten brengen tot dat ze gewoon tegen een paar oude basisschoolvriendinnen zegt, nou weet je wat, nu gaan we het 1 keer per maand doen of helemaal niet meer. Ja. Dat ging gewoon niet. Ja, mensen vinden dat enorm lastig. Ik heb onze relaties even geëvalueerd. Ik merk dat ik er weinig uithaal. Ik denk dat ik het bij deze gewoon de vriendschap termineer. En fijne dag nog. Klaar. Is moeilijk, is ook wel wat hard, maar soms moet het gebeuren. Ja. Onbewust is dat denk ik wel de lastigste om mensen de deur te wijzen. Of te zeggen dat je er iets niet uithaalt.
Want ik denk dat het ergens... Je mensen zijn allemaal bang voor afwijzing, diep van binnen. Dus als je nu in één keer iemand anders gaat afwijzen... dan is het ook lastig om een tegenreactie te krijgen... of misschien nieuwe mensen te vinden of... Dat is de angst. Ah, ik had afgelopen weekend ook al wat met mijn retreat wat inzicht over mensen waar ze mee omgaan. Want sommige mensen dan tot de conclusie komen, ja, ik heb eigenlijk maar 1 of 2 mensen waar ik echt mee omga. En sommigen inderdaad, die erachter komen dat hun vriend lager scoort dan vrienden, weet je wel. Ja. Wat op sommige vlakken goed kan zijn. Maar het is goed om af en toe een keertje dat inzicht te hebben waar je mee... bezaaid wordt of waarmee je weer vergiftigd wordt. Ja, zeker. Ja. Ja, het voordeel bij mij, ik ben ook heel graag alleen. Dus als ik dan denk, ik heb niet zoveel mensen om me heen, denk ik, dat is voor de komende periode eigenlijk best wel lekker. Ja, laten we even zitten. Sommige mensen willen natuurlijk het liefst elke dag of 4 keer in de week met mensen omgaan. Ik zou daar helemaal krank voor. Ja, dat kan ook een toewerking zijn. Ik red dat echt denk niet. Ik dan. Want ik heb dat eens een keertje bijgehouden voor mezelf. Ik geef mezelf een betere score de volgende dag als ik sociaal contact heb gehad. Maar ik heb wel heel weinig sociaal contact. Ja. Dus ik zou dat meer moeten doen. Maar wat is de toedekking dan, bedoel je? Ik denk dat heel veel mensen niet alleen kunnen zijn. Dus dan ga je vrienden zoeken, biertje drinken. Kan ook koffie zijn op Facebook. Ja. Het wegvluchten van mensen, het alleen zijn, dat toedekking is. Ah, zo. Nee. Dat kan ook. Ik denk dat er heel veel mensen ook wel een kluizenaar kunnen zijn om gewoon dat ze het gezeik vinden. Ja, dan eerlijk gezegd refereer ik nu wel eens naar mezelf. Ik kan mezelf wel afsluiten van de wereld. Gewoon laat maar, weet je wel. Gewoon, Ja. Is toch heerlijk? Ja. Is wel heerlijk. Ik denk dat het soms nog wel eens... als ik dan wat van mezelf zou mogen veranderen... dan denk ik af en toe, daar zou je dan... Maar dan zit ik misschien naar sociaal verantwoord... maatschappelijk antwoord te zoeken voor mezelf. Ik ben gewoon heel prima op mezelf. Ja, ik ook. En ik probeer dat ook in te bakken voor mezelf tegenwoordig. Ik probeer 1 in de 6 tot 8 weken nu. Ik ben relationeel best druk, zoals jullie weten. Ik heb nog wat te doen door de week. Dus ik bak 1 in de 6 tot 8 weken, pak ik een focusweek in. Ja. Dan ben ik gewoon op mezelf, ben ik thuis, ben ik helemaal nergens anders als daar. Kan ik lekker mijn ding doen. En ik heb dat ook gewoon zo af en toe even nodig. Want ik merk dat ik daar weer tot mijn goede ideeën kom. En dan herstel ik en dan kan ik mijn herkalibreren. Ik kan me zo in mijn hoofd weer even op orde maken. En ik denk dat het voor een boel mensen die ook in relaties zitten, waarbij je elkaar de hele dag door ziet, elke dag weer. Ik merk altijd dat als ik even eens in zoveel tijd gewoon even een tijdje op mezelf ben geweest en je komt weer terug, zeg maar, is ook helemaal anders. En een boel mensen die denken dan inderdaad, het is toch raar om een week klein weg te gaan. Vinden jullie elkaar niet leuk of zo? Weet je wel? Ja. Nou, nee, dat is het niet. Maar het is gewoon heel fijn om gewoon even wat tijd voor mezelf te hebben. En die moet je een beetje durven pakken. Ik denk dat belangrijk is. Ja. Is dat niet een beetje dat we... wordt ook een beetje bij die opvoeding... dat wordt afgeleerd om op gemak te kunnen zijn in je eentje. Onderzoek geweest of zo. Hè? 35% van de mensen die ondervraagd werd... wil je een elektrische schok of wil je 15 minuten in een... kamertje zitten, niks doen. En dat 35% zei, geef maar die elektrische schok. Want waar moet ik aan denken in die 15 minuten? Gewoon, ja. Oh, zo. Jan Geurt zei dat ook in onze podcast. Hij zet de gemiddelde Westerner hier in een kamer. Hij wordt ongemakkelijk. Gaat zich doodongelukkig voelen. Toch die gedachte. Ja, maar is dat ook niet alleen de eerste 15 minuutjes even? Weet ik trouwens niet. Met die Vision Quest van 12 heeft zien natuurlijk ook wel dat mensen daar een aantal standaard fases doorgaan. En dat is een dag. Weet je nog dat ik op zoek was naar een plek voor die Vision Quest en dat ik dat vertelde tegen die eigenaar van hey, 24 uur. Hij zo, 24 uur? Wel lang hoor. Ja. Kom hier af en toe managers voor een uur. Dan zitten ze op een boomdak, worden ze wel gek. Hilarisch. Ja. Moet je wel de schoenveters afpakken. Ja. Oh, wow. Mooi. Ja, hey Timo, eventjes terug naar je specialismes. Want we hadden het daar straks even over perceptie. En een van de dingen waar bij Nutrofit, supplementenwebshop, en een spoor waar ik op terecht ben gekomen is, nadat ik jou had gesproken, was het stukje DHEA en de Growth Index. Want we hebben het er straks gehad over stress en hoe het zowel slopend als opbouwend kan zijn. Mm-hmm. Perceptie daarop is super belangrijk. Maar het leuke daarin is, het doet onder de motorkap ook bepaalde dingen. En daar was ik nog wel even geïnteresseerd naar. Want hoe werkt dat precies? Want jij hebt tijdens die summit iets verteld over een afslag. Wel of niet nemen. Vond ik een sterke analogie. Ik denk dat ik die zou ik nog wel eens een keer voor het publiek gedeeld willen zien worden. Nou ja, wat net als al zeiden. Die wetenschapper Hans zei.
die heeft stress uitgevonden. Mm. Ze heeft in ieder geval een naampje gegeven. En toen hebben we altijd op die manier onderzoek gedaan. Ja. Ze hadden gezegd, oké, als stress dus slecht is, nou, wat zijn dan negatieve effecten? En voor ongeveer 15 jaar geleden hebben de wetenschappers gezegd, zeggen, ja, maar eigenlijk klopt er iets niet, mm-hmm. want als we al zoveel weten over stress, hè, we weten meer en meer, steeds meer inzichten, toch zijn we nog steeds belachelijk slecht. En we worden ook slechter in stress, want nog steeds meer burn-outs, meer stressgerelateerde klachten, meer gezondheidsproblemen. Dus dat kan niet, dat je zoveel over iets weet en dat je er nog steeds zo slecht in bent. Mm. Dat is onmogelijk. Ja. Dus toen hebben de wetenschappers gezegd, hey, maar weet je wat nou als we even helemaal terug gaan naar het begin? Dus ik had toen inderdaad de analogie. Je rijdt met een auto of je fietst met een fiets op een paadje. En op het moment dat je stress tegenkomt, hebben wij eigenlijk alleen maar geleerd, je kan alleen maar links. Dat is de optie. En dan heb je cortisol, slaapproblemen, mm-hmm. nekklachten, hoofdpijn, et cetera, et cetera, et cetera. Die mensen die hebben gezegd, ja, maar wat nou als voordat je stress tegenkomt op dat paadje, wat nou als we daar gewoon mensen verteld hebben dat je links en rechts kan? Dus dat je inderdaad links kan als stress als slecht ervaren wordt en dat je dan dat krijgt. Maar dat als je de andere kant op gaat, dat juist als je ademhaling omhoog gaat en je hart misschien voelt kloppen, als je wat zweten voelt, als je wat dan ook, dat je dat ook kan zien dat je lichaam je helpt om juist goed in die situatie te zijn. Mm-hmm. Dus eigenlijk alleen maar alle positieve dingen benadrukken. Nou, wat hebben ze dan gezien? Dat is straks een onderzoek die dat heel mooi illustreert hoe korte termijn dat eigenlijk al kan werken. Die mensen die gaan in plaats van alleen maar cortisol, wat we weten van stress, gaan die ook meer DHEA produceren. Mm-hmm. Ja, dat is een hormoon. Cortisol is daadwerkelijk, als je in stress gezien, een negatief hormoon. Ja, je hebt het 's ochtends bijvoorbeeld ook nodig om wakker te worden. Mm-hmm. Dus het is niet alleen maar een slecht hormoon, maar tijdens stress wordt altijd gezien als een negatieve. DHEA is een, wat dat betreft, hele interessante tegenhanger van cortisol, omdat die juist heel anabool is, heel ontstekingsremmend. Het poetst een aantal negatieve effecten van cortisol weg. En het helpt je brein leren van stressvolle situaties. Dus iedereen die slecht is in stress, die zou zeggen, nou doe mij maar meer van dat alsjeblieft. Ja. En die onderzoekers die komen dus achter, hey, als we mensen dus nu een keuze geven, dus je kan niet alleen maar links, maar je kan vanaf nu ook rechts. De mensen die dat paadje naar rechts nemen, die gaan dus meteen meer DHEA produceren. En ze hebben in ieder geval in heel veel studies al gevonden dat het de sleutel kan zijn in slaapproblemen, nekklachten, hoofdpijn en dat soort zaken. En binnen het bedrijfsleven zelfs tot een beter samenhorigheidsgevoel als het toch stressvol is op de werkvloer. Okay, dus even dat soort zaken. Recap. Ik kom in een stressvolle situatie. Ik kan een standaardpad kiezen waarbij ik zeg, oké, dit is kloten voor me. Kut, ik heb stress, ik ga eraan. Of ik kan actief denken, vet, mijn lichaam helpt me. Ja. En du moment dat ik dat doe, en ik blijf dat structureel doen, dus dan gaat er meteen onder de motorkap wordt er een hormoon aangemaakt. En dat helpt op lange termijn een aantal van die dingen die je zojuist benoemt, gewoon counteren. Exact. En twee studies die heel mooi weergeven, korte termijn en iets minder korte termijn. Want korte termijn is altijd lachen, want je kan één stressvolle situatie met je mind ook wel even doorbuffelen. Maar ze hebben, ik vond het echt een hele toffe studie, een sollicitatiegesprek ingericht. Zo stressvol mogelijk, groot panel, vier mensen aan zo'n staartje tafel. Eén iemand was geïnstrueerd om om de zoveel minuten nee te knikken. De ander die was soort dingen aan het opschrijven, de ander was moeilijke vragen aan het stellen. Weet je, gewoon echt kut. Ondertussen moest je een Tom Poes opeten zonder vorkje. Zou een goede toevoeging. Je moet eens met die mensen gaan kletsen. Ja, zou wel goed zijn. Los van dat die mensen wel weten, ik kom hier niet voor mijn droombaan, ervaren die mensen wel stress. Het is meetbaar dat mensen zich ongemakkelijker voelen en dat je daarna meer cortisol in je lijf hebt. Wat hebben ze nou bij de helft van die mensen gedaan? Die hebben ze 5 minuten van tevoren hebben ze die een gestandardiseerde uitleg gegeven over dit principe. Zo van, hey, we weten eigenlijk dat als je juist er positief ingaat, mm-hmm. Dat er een aantal reacties gebeuren en dat dat ten goede gaat van. En die minuten van tevoren, die zorgen er meteen na dat sollicitatiegesprek al voor dat je meer DHEA in je lijf hebt. Mm. En dat is, ja, eigenlijk kan je dat niet omvatten, weet je. Dat is echt bizar, want je hebt nog niks getraind. Iemand heeft je gewoon, je staat voor een deur, iemand die vertelt je wat en die zei, hey, zo en zo en zo en zo, je gaat naar binnen. En eigenlijk kom je er al iets anders uit. Nog niet in de waarde dat je meteen denkt, oh, dit was een makkie. Dat niet. Nee. Maar ze hebben dit verder doorgebracht in 2009. Amerikaans bedrijf UBS in de crisis verloor bijna de helft van zijn aandelen. Er gingen heel veel mensen op straat.
Daar was nou echt bij uitstek stress. Mm-hmm. Op die werkvloer waar de mensen die daar nog wel werkten, die kampten met allerlei stressgerelateerde klachten. Ja, want die wisten niet of ze een hypotheek nog konden blijven betalen, vrouw, kinderen, nou, noem het maar op. Wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben gedacht, weet je wat, we splijten toch dat bedrijf in twee groepen en we gaan ze allebei helpen. We gaan de ene helpen op naar links, dus stress is slecht, cortisol, probeer het maar te vermijden, en de ander op de nieuwe manier. Het mooie was dat de interventie die ik als eerst nu omschrijf, is eigenlijk een beetje de standaard interventie. Mm-hmm. Er zit een groep mensen, zeggen nou, het is geen geheim, het gaat hier nu heel slecht. We hebben heel veel stress, we kunnen ook niemand zijn baan garanderen. We weten dat er veel slaapproblemen zijn, hoofdpijnklachten, dat komt door stress. Maar luister jongens, stress is gewoon echt heel slecht. Dat komt door het cortisol wat geproduceerd wordt. Probeer alsjeblieft thuis wat meer buiten te wandelen. Weet je, een beetje dat soort advies, wat best wel vaak gegeven wordt. En voilà, that's it. Weet je, dat is wat we kunnen doen. Aan de andere kant hebben ze dus dit verhaal verteld. Want toen hadden ze die growth index hadden ze al wel redelijk uitgefiguleerd. En hebben ze dus juist dat verhaal verteld. Van hey, luister, we weten dat stress slecht is voor het lijf. Maar de mindset die je daarin hebt kan ervoor zorgen dat je meer DHEA produceert. Mm-hmm. En dit is hoe je dat moet doen. Je moet daar positief tegenaan kijken. Je kan er een paar oefeningetjes over doen. En die groepen die zijn ze gewoon gaan volgen. En binnen 2 maanden was er met die eerste groep eigenlijk nog steeds hetzelfde. Die wisten wel dat stress slecht was, maar die hadden er gewoon een toename van stress, dus toename van klachten. Bij die andere groep gebeurde er iets heel interessants, want die hadden verder niet echt interventies meer gehad. Geen coaching sessies, geen sparren, helemaal niks. Maar die zeiden van ja ik slaap eigenlijk beter. Er waren veel minder lage rugklachten, hoofdpijnklachten. En wat heel interessant is voor bijvoorbeeld het bedrijfsleven voor stress op de werkvloer, het samenhorigheidsgevoel was in die groep weer toegenomen. En met significante mate. Mensen denken van ja, we hebben toch wel het idee dat we het in deze situatie gewoon echt samen doen met z'n allen. Hoe komt dat, denk je? Nou ja, in ieder geval is het zo dat ik geef mensen ook vaak wel eens een opdracht mee als ik dit heb uitgelegd. Want mensen vinden het heel moeilijk om deze opdracht te implementeren. Want het is niet van werk dit af en je bent klaar. Mm-hmm. Je vertelt ze eigenlijk een bepaalde visie. Het is onderbouwd. Maar daarna stuur je ze eigenlijk gewoon de wereld weer in. Het is niet van ga 's ochtends 10 minuten door je buik ademhalen, bij wijze van. Dus vinden mensen lastig. En dan zeg ik van joh, luister, maak eens los van dat DHEA al ook zorgt voor samenhorigheidsgevoel. Houden mensen er toch wel heel erg van om dingen te weten die andere mensen niet weten. Mm-hmm. Dus ik geef ze vaak de opdracht mee. Zeg ik, hey, voor deze week, als je toch een oefening wil, ga maar eens op je werk, als je dit weekend een verjaardag hebt, in gesprekken met mensen. Ga maar gewoon eens een beetje bij jezelf een soort van in je hoofd turven. Hoe vaak praten mensen nou negatief over stress? En op Facebook en op social media. Welke berichten zijn er eigenlijk allemaal ingesteld op dat negatieve beeld? Dus op die weg naar links. Mm-hmm. En hoe meer je dat voor jezelf kan herkennen, hoe meer mensen een beetje dat gevoel krijgen van oh, ik weet iets wat jij niet weet. Mm-hmm. Weet je wel, zo van. En ik ga daar dus op een andere manier mee om. En dat helpt ze dat veel meer eigen te maken. Mm-hmm. En je merkt, ja, je merkt dat heeft een bepaald effect. Dat kan ik nog niet omschrijven, want daar kwam ik zelf in de praktijk gewoon achter. Maar qua samenhorigheid ook is DHEA, oxytocine zal daar ongetwijfeld ook wel iets mee te maken hebben. Ja. Die ervoor zorgt dat je weer meer bij elkaar bent. Daar zat ik enerzijds aan te denken, dus misschien door het hormonaal iets. Anderzijds denk ik ook dat de dynamiek op de werkvloer verandert op het moment dat je nu, zijn wij met z'n allen, is ons verteld, stress is oké. Zeker nog, stress kan je opbouwen. En voorheen, als je vertelde, oh, ik ben echt fucking gestrest, jongen, had je het gevoel dat je een klein beetje in achting aan het dalen was, want je had last van iets en je kon het niet dragen. En dat geef je liever niet toe. Maar nu kunnen we het plots over iets hebben met elkaar. Ja. Snap je? We kunnen het erover hebben en het is ineens een gedeeld ding van, ja, ik heb stress, man. Ja. Dat is best wel. En dat je daarom, omdat er geen stigma meer op zit, stress hebben is niet slecht, sterker nog, het is goed geworden. Ah, ik ben gestrest, man, ik ben het goede. Dat je er op een andere manier mee omgaat, dat je het beter deelt, dat het plots een common enemy wordt, wat de stress veroorzaakt. Oh. En dat daar ook een soort verboedering in plaatsvindt. Ja. Zoiets. Ik vind dat heel logisch, dat is een mooie aanvulling. Ja. Ja. Ja, ik denk dat daar zeker, dat zeker een groot aspect kan zijn. Dat is mooi. Interessant. Ja. Ja, cool. Nog een vraag die ik erover heb, iets waar wij het ook wel eens over hebben gehad hier in de podcast voorheen. Als het dan gaat om stress, En we hebben het over, we zijn steeds slechter geworden in omgaan met stress. Bestaat er zoiets als, is stress een absoluut iets of een relatief iets? We hebben hier wel eens discussie gehad. Iemand die nooit iets heeft meegemaakt en die komt in situatie, die maakt voor het eerst een break-up mee. Ja. Stress, het meest stressvolle wat je ooit hebt meegemaakt. Kan echt bijna even erg zijn als iemand die al best wel wat levenservaring heeft, uit wordt gezonden naar een moeilijk land voor een militaire missie en die ziet daar wat afschuwelijke dingen.
En mijn houding was altijd, ja, oké, die shit nou met elkaar vergelijken. Mm. Ieder weldenkend mens zal inzien dat je dat echt compleet anders ervaart. En de hoeveelheid stressknikkers die situatie A genereert ten opzichte van situatie B, die is compleet verschillend. Waarop Wichertsen dan weer wordt als, ja, maar dat ligt wel een beetje aan je referentiekader en wat je hebt meegemaakt. Wat weet jij daarvan? Ja. Nou ja, dat heeft veel te maken met het limbisch systeem. Okay. In het limbisch systeem worden emoties, gebeurtenissen worden opgeslagen. Een mooi voorbeeld wat ik van een docent had van de opleiding osteopathie bijvoorbeeld. Die had een keer op een vakantie, vlucht van KLM. En die was tijdens die vlucht onwel geworden, overgeven. Echt vervelend. Had daar 4 uur op het toilet gezeten. Dan wil je in een vliegtuig ook niet. Heel oncomfortabel. Zo'n gebeurtenis wordt ergens opgeslagen. Dat ben je niet zomaar kwijt. Mm. Hij had intussen tijd best al wel wat meer gevlogen. Zonder problemen. Totdat hij weer met KLM vloog. Oh. En dezelfde geur, kleur, beleving weer opriep. En dan is het limbisch systeem het systeem wat zegt... Haha, dat heb je dus hieraan gekoppeld, maat. Poef. En toen werd hij fysiek gezien echt weer ziek. Oh. Echt weer misselijk, echt weer zweten. Want dat is op die manier aan elkaar gekoppeld. En... ja, het is zeker weten zo, maar je ziet dat in de praktijk natuurlijk gigantisch. Je kan er wetenschappelijk ook helemaal uitpluizen. Het is zeker weten zo dat als je in dat limbisch systeem allerlei dingen al hebt, hè, dus eigenlijk een soort van archiefkast met allerlei ervaringen, in combinatie met je eigen overtuiging wat je daarvan vindt. Want er zijn ook mensen die hebben heel veel dingen meegemaakt en de eerstvolle stressvolle situatie worden ze alleen maar slechter van. Ja. Omdat ze continu denken, oh, dit overkomt mij weer en, dat weer. Weet je, die heb je ook. Hè. Die hebben dus eigenlijk al een hele grote bagage, maar die blijven dat maar in de visuele cirkel naar beneden zeggen. Ja, dat kan ik allemaal niet. Maar dan is dus de combinatie van het limbisch systeem en je eigen perceptie, heeft het je beter gemaakt of slechter gemaakt. Mm-hmm. Dat maakt in mijn beleving dan hoe je daar fysiek mee omgaat. Ja. Ik ben bijvoorbeeld vroeger gepest. Er zijn heel veel mensen die vandaag de dag op mijn leeftijd denken... Oh, ik ben vroeger gepest, ik heb er nog steeds heel veel last van. Ja. En ik heb daardoor nooit gedaan wat ik echt wil. Ja. Zo heeft een leraar ooit een keer in een ouder gesprek gezegd van... Timo moet nooit voor groepen staan laten, dat zal hem niet goed doen. Nee. Dus, en elke keer als jij nu voor een groep staat, denk je... motherfucker, die heb je hem. Dus, nou, het heeft nog veel meer gedaan met het limbisch systeem van mijn moeder. Want die elke keer als ik daar kom, die zegt... ja, die docent, hè? Nou, die zou ik nog wel een keer willen spreken. Ja, 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 die zit daar, emotioneel zit hij daar nog veel meer aan. Maar ik ben gepest, dat was heus niet fijn. Ik heb wel meer dingen meegemaakt. Mm. Mijn perceptie is nu zo, nou ja, door persoonlijk leiderschap, door persoonlijke ontwikkeling, door groei, dat ik denk van ja, ik heb al die dingen meegemaakt, dat gaat nu toch goed, weet je wel. Mm. Ik heb het toch overleefd, dus toch verder niks ergs. Ja. Ik ben echt bezig met mijn leven zo te dromen, het gaat allemaal hartstikke voor de wind. Weet je, dat is anders dan hetzelfde meemaken en denken, oh, ik heb het allemaal tegen zitten en straks gebeurt het weer. En dan ga je ook anders in de situatie staan. Ja, ik ben vroeger ook gepest. Ik heb het gevoel dat, en als ik naar jou kijk, denk ik dat dat ook zo is. Het heeft juist mij wel een goede kant op gedrukt. Ben jij wel eens daadwerkelijk mensen tegengekomen die daar zelfs in... het was toen, je wordt ouder, dus je ziet ook wel dat toen niet nu is. En dat mensen, actoren in die tijd waren zelf ook nog niet helemaal af als mens, weet je wel. Mm-hmm. Ze konden niet anders. Dus misschien moet je ze niet zo scherp beoordelen. En ik ga dan van, dat fix je wel op latere leeftijd. Ja, tuurlijk, je zult er wel eens last van hebben. Ik heb er ook nog wel eens last van. Als ik in een zakelijke context bullies zie, dan ga ik white knighten. Bullies door die pak waan. Want nou ben ik een groot sterke jongen, weet je wel. Ga ik ook ongemakkelijk doen tegen jou, ja. Ken ik. Ja. Maar je hebt dus ook nog wel eens echt gezien dat mensen zelfs op latere leeftijd daar dan nog behoorlijk aan de grond zitten. Mensen die nog steeds in wijken onbepaalde hoeken van straten kijken en zo. Ja, zeker weten. Ja, 100%. Ja. Ja. Dus dat heeft heel erg, hè, dat wij dat allebei zo niet kunnen voorstellen. Nou, geeft aan dat we aan de goede kant van de lijn zitten. Of aan de positieve kant van de lijn. Ja. Maar ja, er zijn veel mensen die... Die zijn hard genoeg gepest. Ja, dat kan ook. Dat had gewoon harder gemoeten. Ik weet nog wel, uit de middelbare school dat op een gegeven moment een jongen Frank... Jij was vroeger gepestkop, dat kan niet anders. Ik heb wel gepest. Goed. Ja, ik ook hoor. Als niet, iemand die gepest is, heb ik ook gepest. Niet in de zin van... Ja, ik kan dat natuurlijk niet vertellen, want dan ga ik het goed praten voor mezelf. Maar laat ik het zo zeggen, ik zorgde wel dat ik bij de populairere van de klas zat. En dat ging voornamelijk door bij ons op de MAVO door een grote bek, haantje de voorste zijn. En, de kosten van anderen. En de ander voor zijn voordat ze jou pakten. Want ik weet nog dat ik heel veel moeite heb gehad op de middelbare school. Want ik ben ook een hele gevoelige jongen wat dat betreft. Het feit dat je met je vriendjes dingen kon doen, dan was je een soort van clubje. Ja. Maar dat clubje kon zich ook zo tegen je keren. Er was echt bij ons in de klas hing daar een soort van sfeer. Als jij gewoon op een dag iets verkeerd had gezegd of wat dan ook, dan was je gewoon een lul voor die dag. En dus het was de hele tijd dat plekje veroveren.
Mm-hmm. Maar ik weet nog wel dat op een gegeven moment een jonge Frank bij ons in de school kwam. Dat de leraar echt zei van, jongen, er komt nu een nieuwe gozer bij jullie in de klas. Weggepest van een andere school. Niet meer slapen, niet meer eten, moeilijk. Ja, weet je, dat werd dan zo aangekondigd. En die kwam dan ook binnen dat iedereen echt zo... Oké, okay, ja. You're fucked, ja. Nee, maar echt een bepaalde voorzichtigheid. Van die jongen, dat was gewoon een stuk porselein. Ah. Weet je wel? En ik kan me niet voorstellen. Ik weet zeker dat een hele hoop mensen daar moeite mee hebben. Ja. En er waren ook echt wel... bij ons hingen dan van latuigen voor bij de school rond. En dat waren gewoon echt... ik weet nog wel, er was één jongen. Die reed altijd op zijn citaatje rond. Yeah. En die was dan een soort van tof. Want die ging niet meer naar school. Die was er vanaf getrapt. En er hingen allemaal van het gruis hing dan omheen. En die stond dan bekend dat hij ooit eens een keertje een jongen met een stok en een spijker had geslagen. Weet je wel? Dus dat soort verhalen gaan dan rondom iemand. Als zo'n gozer je gewoon aankeek, dan... Was je al bang? Ja. Hoe erg dat je wereld? En voor sommigen was dat echt een soort van missie om rond hem te hangen. Ja. Want dat was het Binky. Terwijl het eigenlijk gewoon... Weet je wat echt grappig is? Als je zulke personen nu weer tegenkomt, want wij hadden ze in Deventer ook. Mm-hmm. Dan had je van, ja, jongens, die zagen er toch wel op een bepaalde manier uit met hun aussies en hun lange haar en dat soort dingen. Ja. En toen stond ik laatst ergens en toen kwam ik er weer één tegen. En toen dacht ik, oh, hey, verrek, dat is die gast... Hij is echt een stuk kleiner nu, weet je wel. Je had die gasten, toen waren ze ook... Ja. Je pompte ze ook een beetje op, mede door de reputatie... en de dingen die ze durfden en zo. En als je dan nog terugdenkt aan die tijd... dan zijn ze nog steeds een beetje van die enigmatische schaduwfiguur in je hoofd. En dan zien ze nu het echt lopen. En dan zijn ze gewoon vaders, weet je wel. Leeg uitgeblust. Waar ik daar de switch in maakte... dat was op een gegeven moment toen ik op de sportschool kwam... bij Padel Sports in Os. En dan op een gegeven moment dan was je daar. Dat waren relatief normale jongens... En ik weet nog wel dat Remco, de trainer, altijd als er van dat soort volk kwam, dan was het, oké, we geven nu zo'n snoeiharde training. Dan kunnen ze niet zeggen dat het fout is, maar ze gaan hier ook niet trainen, weet je wel. En dan een keer stond je tegenover iemand die helemaal ondergetatoeëerd was met zijn lange haren en dingen. En dan, op een gegeven moment sloeg je hem gewoon in elkaar, bij wijze van spreken. En dan heb je in één keer die perceptie van, wow... Dit is helemaal niet zo eng of zo, weet je wel. Want je beoordeelt ze als ze lopen met bepaalde kleding. Ze hebben lange haar, ze hebben misschien wat... Dat zijn en met verhalen. Ja, want op een gegeven moment kwamen dat soort gasten met dat soort verhalen... kwamen ook een keertje dan trainen en zo. Ja. En dan rolde je ze op en dan was het respect in één keer andersom, weet je wel. Ja, grappig hè. En dan gingen ze aan jou hangen en dan dacht jij... wat zielig eigenlijk of zo, weet je wel. Gewoon grappig. Ja, het is interessant. Nou, kan je nagaan wat perceptie daarin doet. Wat ik heel mooi vond, wat de oom van mijn vriendin, die zei het laatst... Toen hadden we het dus over kinderen vaccineren, dat soort zaken. En helemaal niet voor of tegen, maar die zei van ja, vroeger dan werden kinderen gewoon ziek. Mazelen, waterpokken, dingen, whatever. Zeg maar, hij kwam uit een gezin van 11 en hij was dan een van de oudsten. En hij zei van ja, maar je kon wel een soort van zien dat als ze even een paar dagen echt goed ziek waren geweest en ze hadden dat zeg maar... overleefde, ze waren er goed doorgekomen, ze waren hersteld, dat er dan wel een beetje zoiets verandert in de persoon. Dat je dat als kinder al een beetje een soort van fase doormaakt. Dus die mate van discomfort, gewoon een keer goed ziek zijn, dat je ook alweer een beetje vormt. Ja, in het klein natuurlijk als kind. Maar ik denk dat hetzelfde, of hetzelfde, in zekere mate hetzelfde is. Iets traumatisch meemaken, zie je ook aan iemand. Ja. Of een groot live event meemaken. Er zijn van die hele mooie foto's van meerdere presidenten van toen ze het Witte Huis ingingen en toen ze klaar waren. Dat is niet goed voor je. Nee, maar je ziet de getekendheid op een gezicht. Ja. En je ziet ervaring in iemands gezicht. En weet je, die momenten die moeten je vormen tot wie je bent. En wie je, tot het eind van je leven. Je krijgt een steeds ander gezicht. Ja. En mensen zien dat vandaag de dag eigenlijk als negatief. Die proberen zo min mogelijk van die ervaringen te hebben. Je houdt eigenlijk gewoon een onervaren kop over aan het eind van de rit. Ja. Terwijl je eigenlijk er zou voor open moeten staan om zoveel mogelijk leermomenten te hebben. Zodat je zoveel mogelijk wijsheid uitstraalt. Ik denk dat een mooie manier is om daarna te kijken. Ja, doorgeleefd. Doorgeleefd, ja. Uitgeleefd. Top. Helder. Dat met betrekking tot stress. Want een van de dingen waar we het over hadden aan het begin van de podcast... en een van de dingen waar jij eigenlijk mensen ook het allermeest mee helpt... als je kijkt naar waarom coaches bij jou in opleiding komen... om hun eigen cliënten weer te helpen... is omdat jij redelijk sterk draait aan de knop... hoe je jezelf minder moe en futloos kunt voelen. Hè? De meeste mensen die je spreekt van... hey, wat zou je nou echt graag willen? Dat stellen we, die vraag stellen wij ook wel eens tijdens training. Ja, meer energie. Meer fut, meer actiegerichtheid. En wat is dat nou eigenlijk? Daadkracht, dat is je op een bepaalde manier voelen, toch? En je gaat aanzienlijk makkelijker over tot moeilijke dingen doen... als je je op een bepaalde manier voelt. Laten we het energiek en bruisend noemen.
Nou, stress en je verhouding tot stress is daar een belangrijke factor in. Maar er zijn er meer. Je hebt een zes domeinen model bedacht. Ja. Stel je zit naar deze podcast luisteren. Oké, okay, dat stressding, dat is kicken. Maar ik ben inderdaad, oh, ik ben gaar, jongen. En ik ben moe. En het is, als ik 's ochtends opsta, dan voelt het als een 5. En misschien wordt het een 5,5. Maar als ik thuis kom, is het zeker een 4. En ja, holy fuck. Ja, ja, ja. Hoe ga ik dit ooit nog jaren volhouden? Nou, daar ben jij een soort van superspecialist in. Even los van je perceptie op stress. Wat zijn, wat is laaghangend fruit voor de gemiddelde luisteraar? Wat ik het belangrijkste vind. Want er zijn heel veel mensen die zich, nou ja, moe en futloos voelen. Mm. Ik denk dat dat over het algemeen vandaag de dag bijna een groter probleem is dan hoe mensen eruit willen zien. En als je in een gesprek gaat met ze, kom je daar redelijk snel achter. Mm-hmm. Daar zitten 6 domeinen aan. Dus, of tenminste fysiek. Hè, mm-hmm. Want ik kader altijd heel goed. Ik doe dat fysieke. En als het gaat om andere vormen van coaching, dan leer je dat niet bij mij. Kleine stukjes, maar ik ga niet op die stoel zitten omdat ik dat niet weet. Als je in het midden je energieniveau zet, je vitaliteit, je gezondheid. Mm. En je kan daar 6 touwtjes aanknopen die fysiek zijn. Dan zijn dat slaap, stress, voeding, het immuunsysteem, bewegen, trainen hoort daar natuurlijk bij. En ademhaling. Okay. Dat zijn de 6 fysieke domeinen waarmee je invloed kan hebben op eigenlijk alles. Ja. Ja, of je huidklachten hebt, darmklachten, moe en futloos, noem het maar op. Ik vind zelf dat mensen daarnaar moeten kijken. Volgens de theorie wat ik noem het setpoint. Iedereen heeft of ergens in zijn leven gevoeld of gaat er nog naartoe. Het punt waarop hij denkt, nu is alles op de rit. Ja. Als ik in de spiegel kijk, denk fuck, ik zie er gewoon goed uit. Ik ben gewoon echt tevreden. Mm-hmm. Mijn energieniveau is hoog. Ik slaap goed. Alles gaat in een flow. Ik maak de juiste beslissingen, mm-hmm. et cetera. Ja? Fysiek gezien hebben al die 6 domeinen invloed op dat setpoint. Ja. Ja, en hoe verder je van je setpoint afraakt, hoe moeilijker dat is. Dus stel, alles is op de rit. Ja, je slaapt goed, je eet goed, stress is, mindset is goed, ademhaling, alles is oké. En je begint alleen maar een tijd minder te slapen. Je ziet dat heel veel, bij vrouwen, mannen ook wel, naar bijvoorbeeld zwangerschap. Borstvoeding eruit, gebroken nachten. Dat kan prima iets zijn wat een bepaald patroon triggert. Ik heb heel vaak, als je dan met mensen praat, zeg, hey, wanneer is dat echt begonnen? Dan komt het heel vaak terug op iets van zwangerschap of een burn-out of een groot live event. Van zijn van ja, toen ben ik slechter gaan slapen of toen kreeg ik darmklachten of toen kreeg ik dit. Mm. En eigenlijk alles wat je dan uitvraagt, kan je terugredeneren naar dat punt. Dan zeg ik ook altijd dat dat is eigenlijk het verhaal van die persoon. Elke persoon die binnenkomt met een klacht, wat voor hulpvraag het ook is, die heeft een bepaald verhaal. Mm-hmm. Dat is ergens begonnen en toen zijn er bepaalde dingen getriggerd geraakt. Van het slaapprobleem is het gerold in darmklachten, et cetera. En laten we even dan bij bijvoorbeeld slaap blijven. Als iemand slechter gaat slapen, dan triggert dat allerlei responsen. En dat setpoint, dat raakt daardoor langzaam uit balans. Mm-hmm. En daardoor kom je wat kilootjes aan. Daardoor word je wat onzekerder. Daardoor ervaar je wat meer stress. Daardoor ga je wat hoger ademhalen. En in het begin is dat nog vrij onschuldig. Maar de meeste mensen lopen al een aantal jaren met die klachten. En dat patroon wordt steeds dominanter. Mm. En ik hou er heel erg van om dat eerst te vertellen. Om mensen zoeken vaak naar een quick fix. Van hey, als die dat vertelt, ga ik dat als eerste doen. Maar het zes domeinen model is altijd een compleet model. En er zijn altijd, je kan een relatie leggen van slaap naar darmklachten, maar ook andersom. Ja. En ook van dit en ook van dat. Dus het is vrij complex. Het laaghangend fruit, daar zijn er zeker een paar van. Maar ik wil altijd dat mensen eerst realiseren van hey, je moet niet kijken per se naar kilocalorieën in een app. En je moet niet per se gefocust dit en gefocust dat. Je moet kijken van hey, wanneer voel ik mij het lekkerst? Mm-hmm. Setpoint, daarop te focussen. En dat zijn fysiek gezien, als je daarop wil focussen, die 6 parameters. Grootste laaghangend fruit. Wat het allermakkelijkste pak is en waar de meeste mensen binnen, soms al 2 weken, maar binnen 3-4 weken zeggen van joh, ik ga van de 4 naar een 8 aan energieniveau, ik weet niet wat me overkomt, is maaltijdfrequentie. Ah, okay. Dat is echt het laaghangend fruit. En zelf, ja, ik vind het echt schandalig. Maaltijdfrequentie in de zin van verhogen of verlagen? Verlagen. Ja. Althans, als je uitgaat van het gemiddelde. Ja. We leven in een cultuur, net als waar nou ja, stress ook in een bepaalde cultuur is, leven we heel erg in een cultuur om ontbijt tussendoortje, middag tussendoortje. Hè. Dat wordt vanuit diëtiek aangezwengeld. Dat wordt vanuit andere altijd goed bedoelde adviezen wordt dat aangezwengeld. En nou, je kan dat fysiologisch kan je dat helemaal uitkleden. Maar als je in de praktijk ziet wat er gebeurt als mensen gewoon drastisch veel minder vaak gaan eten, mm-hmm. dan kan je er niet omheen dat dat
ja, het grootste laag aan het fruit is. Ja, nou, deze kan ik wel beamen. Jij en ik hebben natuurlijk wel eens een keertje eerder een kleine podcast opgenomen bij Nutrofit. En toen was dit met name het onderwerp waar we even op zijn ingezoomd. En ik heb toen een tijd lang inderdaad de IF, Intermittent Fasting, ben op 16-8 gaan zitten. En holy shit, dat deed echt een boel in de ervaren energie. Ja. En met name overdag, wat ik dan deed is, ik at pas om een... afhankelijk van hoe laat ik had gegeten die avond ervoor, zeg maar. Maar ik probeerde 16 uur niet te vasten. Dus dat betekent dat ik soms pas om 5 uur of soms pas om 6 uur een eerste maaltijd ging nemen. 6 uur niet te eten. 16 uur niet. En dan 8. Niet te eten, ja. Je zei 16 uur niet te vasten. Oh, sorry, ja, niet te eten, pardon. Ja. En dat deed echt een boel. Maar met name tussen de oren merkte ik. Meer focus, meer helderheid, minder... als je het nou over teruggrijpt naar de Muppets. Ik heb een heel mooi actielijstje. En die Muppet die wordt met name heel actief. Als ik bepaalde dingen moet doen waarvan ik denk... Oh, vind ik eng of heb ik geen zin in een rotklus. Dat werd echt beduidend minder. En ik weet niet wat precies het verband is tussen die mentale staat en het minder eten. Maar dat was echt heel prominent. Dat ik dacht van, dat is interessant. Ja. Misschien kun je daar iets meer over vertellen. Maar ik merkte het inderdaad. Van een 4 naar een 8. Ik denk dat niet... Ik zat niet op een 4. Maar ik heb wel echt een aantal punten in de energieverbetering waargenomen. Hoewel nu we weer fanatiek aan het trainen zijn, moet ik het wel meer loslaten. Maar dat is volgens mij niet helemaal standaard. En komt dat dan niet omdat je... Want nu met het trainen merk ik zelf dat ik een calorie tekort kreeg. Ja, ik moet meer eten. Klaar. Eet gewoon moeilijk. En dan kom ik aan 2000 calorieën. En dan heb ik echt moeite gedaan om veel te eten. 3500 gemiddeld momenteel. En nu hebben we dan van die... Hoe is het? Van die, Huel schrijf je het? Mm-hmm. Van die plantaardige gainers. Dat is gewoon 500 calorieën in één shake. Ja. Daar ga ik supergoed op overigens. En ik voel me er ook beter door. Want ik merkte op een gegeven moment dat ik aan het trainen was... en dat je jezelf aan het afbreken bent. Ja, maar daar heb ik daar inderdaad nog wel... Maar om in die 8 uur dan 3500 calorieën... wat je nodig hebt om te kunnen groeien in jouw geval... Nee. Dat is echt veel eten. Ik moet dan weer meer eetmomenten inbakken. Tenzij jij nu een betere tip voor ons hebt. Maar laten we even beginnen bij... We gaan al richting 2-3 vragen. Dus. Ja, maar laten we naar de eerste gaan. Wat is het ding dat ervoor zorgt dat je energiepunt omhoog gaat... op het moment dat je minder gaat eten? Want dat voelt tegenintuïtief. Ja. Laten we daar beginnen. Ja, dat voelt super tegenintuïtief. En dat is ook het leukste in lezingen bij bedrijven... om lekker daarmee te beginnen. Want dan denken mensen... Rottig op. Eigenlijk is de enige juiste vraag om jezelf te stellen... als je zegt, ik zit laag in mijn energie. Als je dan daarover wat wil weten... om daar nuttig gezien wat op uit te doen... dan moet je weten... hoe wordt energie gemaakt in het lichaam? Mm. Want als je weet hoe dat werkt... dan zou het zomaar eens kunnen dat daar wat dingen achter schuilen... waarvan je denkt, oh vrek, dit kan ik doen. Mm-hmm. En we kunnen grofweg... op 3 manieren energie maken. Of niet grofweg, we kunnen gewoon op 3 manieren energie maken. Mechanisme 1 is het makkelijkste mechanisme. Je eet iets, uit die maaltijd kan je meteen glucose omzetten tot energie. Ja, kan je gebruiken, klaar. Ja. De meeste mensen doen het in de ochtend. Je ontbijt, je haalt daar energie uit. Je denkt, hey, start van mijn dag, toppie. Heel veel mensen, die weten wel wat er gebeurt als je 2 uurtjes wacht. Dan worden heel veel mensen hangry. Dan worden ze een beetje chagrijnig. Denk aan de oude reclame van Snickers, weet je wel. Je bent net een wijfje, neem Snickers, dat idee. Dan is dat mechanisme van glucose, de hoeveelheid die erin zat, die is op. En op het moment dat je een beetje dizzy wordt, minder gefocust of wat dan ook, dan zegt jouw lichaam eigenlijk niet, hey, je moet weer gaan eten. Maar je lichaam zegt eigenlijk, ik heb moeite om te switchen naar het volgende mechanisme. Mm. Want dat is eigenlijk wat het doet. Want heel veel mensen zeggen, ja, maar als ik mijn ontbijt moet overslaan, dan ben ik niks waard. Ik zeg, ja, dat is juist de reden waarom je het moet doen. Ja, want we hebben in ons lichaam 6.000, 7.000 kilocalorieën op voorraad. Ja, dat ligt gewoon in onze lever. Dat is gewoon klaar om gedistributeerd te worden op het moment dat die schaarste er is. Ja. Mm. Ja? En mensen die zich moe en futloos voelen, die zien we heel veel. Daar vertel ik dat ook altijd. Ik zei, je kan niet moe en futloos zijn, want in jouw lichaam heb je dit op voorraad liggen. Je kan er alleen geen aanspraak op maken. Dus op het moment, stel je hebt wel ontbeten, je bent 2-3 uur verder en je zou niet eten, ja, sommige mensen lunchen gewoon, dan ga je naar mechanisme 2. En dat is een proces, dat noemen ze gluconeogenese, nieuwvorming van glucose. Dat proces vindt zich plaats in de lever. Mm. De lever maakt vanuit glycogeen weer glucose, dropt het in de bloedbaan en je hebt eigenlijk hetzelfde als mechanisme 1. Ja. Ja, daar kan je, dat is een goed wetenschappelijk feit, om en bij de 10, 12 uur kan je daarop doorbeduren. Ja, daar kan je het gewoon goed op doen, gefocust. Dat is het punt, laten we even in de praktijk blijven. Avondeten, je besluit na het avondeten niet meer te snacken, dus je hebt gewoon avondeten gehad. Dat is eerst mechanisme 1 weer, want je hebt gegeten, glucose. Op een gegeven moment is het op, voordat je gaat slapen switch je ongeveer naar mechanisme 2. En in de ochtend
word je voor de keuze gesteld, ik heb honger, want je bent aan het eind van mechanisme 2. Mm-hmm. Ja? En op het moment dat je lichaam heel sterk zegt, ik heb honger, dan zegt het eigenlijk wederom, ik kan niet van 2 naar 3. Mm-hmm. Ja? Of je moet eten, natuurlijk, want je moet wel eten. Je kan niet nooit eten, want dan ga je dood. Wat doen de meeste mensen? De meeste mensen eten op gevoel van in zijn trek krijgen. En daarom is de hele, het hele concept van 6 keer per dag eten is super comfortabel. Als we het weer hebben over comfortabel en omgaan met stress. Weet je? Het is de comfortabelste manier om zodra mechanisme 1 een beetje op is, te zeggen, oh, ik ga weer eten. Ja, ik ga dat weer doen. Ja. Wat je wel creëert, is dat je steeds minder vaak mechanisme 2 aanspreekt. En we hebben het nog niet eens gehad over mechanisme 3. Ja? Het feit is dat je uit mechanisme 1 en 2, ja, uit een molecuul glucose, kan je 17 keer ATP maken. ATP heb je voor elk actief proces nodig. Ja. Ik zeg tegen de leek, met alle respect altijd, dan kan je 17 keer energie van maken. Ja. Punt. Ja. Stel, je bent langer nuchter dan die 2-3 uur bij elkaar en die 10-12 uur bij elkaar. Ja. Dan kom je richting het feit dat het lichaam zegt, oeh, wacht even, 1 en 2 zijn op. Nu moet ik richting 3. Op het moment dat dat zover is, hè, want je bent lang genoeg nuchter geweest, dan is dat een prima gezond mechanisme. Hè. Mm. En dan ga je in één keer verbranden op vetlichaampjes, op ketonen. Ja. Het grote voordeel, daar merk jij de focus en de dingen ook van. Op het moment dat je op ketonen verbrandt, ben je niet meer afhankelijk van je bloedsuikerspiegel. Mm. Want je brandt niet op glucose, dus je hebt daar niks mee te maken. Mm-hmm. Dus mensen voelen zich vaak enorm gefocust. Ja, zoals we hier nu zitten, wat zal het zijn, 1 uur of 2, ik weet niet zo goed. Ik heb niet gegeten vandaag, want ik wist, hey, scherp zijn, weet je, het goed doen. En ik doe dat, nou ja, ik heb ook een beetje tussen 12, 1 en 7, zoiets eet ik een beetje. Dat, plus op een ketonenverbranding, hè, 1 molecuul glucose, wat ik net zei, in mechanisme 1 en 2, is 17 keer energie. Mm-hmm. Maar 1 molecuul vet is 100 keer energie. Ah. Mm. En dat is wat mensen merken. Je krijgt eigenlijk, je gaat naar een autodealer, dat zijn 2 dezelfde auto's, want ze zijn even duur, maar die loopt 1 op 17, die loopt 1 op 100. Welke wil je? Voilà. Nou, duidelijke zaak. Ja? Op het moment, want wat het is, mensen willen graag weten wat is goed, wat is slecht. Dat bestaat niet hierin. Je hebt alle 3 de mechanismes, heb je tot je beschikking. Ja? En ik hou er heel erg van, mensen zijn gewoon de flexibiliteit verloren om te switchen van 1 naar 2 en van 2 naar 3. Omdat ze zo vaak beetjes eten. Ja. En op het moment dat mensen alleen al, hebben we nog niet eens over wat je inhoudelijk zou moeten eten, dat is nog een heel ander punt natuurlijk, maar op het moment dat mensen alleen al weer zeggen, hey, ik ga bijvoorbeeld 3 of 4 keer in de week langer dan 16 uur nuchter zijn, want ik ga eens kijken of dat derde mechanisme weer een beetje kan trainen, dan kom je in de eerste week, soms de tweede week, wat oncomfortabele momentjes tegen, dat je eventjes duizelig wordt of dat je eventjes iets tegenkomt. Maar binnen no time merk je, goh, wat is het eigenlijk makkelijk om lang nuchter te zijn. En als ik nuchter ben, voel ik me eigenlijk super energiek. Ja. Wat is het? Is dat ook een switch? Ik heb nog steeds, ook toen ik aan het vasten was, er is altijd wel even zo'n moment in de ochtend. Ik neem dan wel koffie, soms met een beetje boter, toch nog wel in het begin de bulletproof variant. Ja, bulletproof, want mij is verteld, dat kan wel in combinatie met IF, intermittent fasting. Maar er is wel altijd even zo'n omslagmoment. Dan word ik even een beetje zuur in mijn maag zo, 2-3 minuutjes. En dat trekt dan op een gegeven moment weg en dan is het ook alsof er een soort mist een beetje optrekt. Mm-hmm. Maar ik voel die switch volgens mij heel actief. Tenminste, ik denk dat de switch is tussen die 2 systemen. Dat kan. Komt echt vanuit ik voel het zelf het meest nadrukkelijk na een vakantie. Mm. Ik hanteer dit soort principes ook wel tijdens vakantie, maar veel losser. Want hey, voilà. Yeah. We zijn allemaal mens. Maar ja, hoe losser ik dat benader een tijdje, dan zegt mijn lichaam ook alweer, oh ja, we waren even wat minder flexibel, nu pak je het weer op. Mm. Ja? De truc is hiermee wel dat hoe langer je het doet, en er kunnen wat kleine dingetjes zijn. Misschien is het zo dat als je juist de koffie, voor jou als persoon, juist een weekje skipt, dat je denkt, hey, ik voel het niet meer. Het zou wel kunnen dat het eraan ligt, want met die boter komt er ook vet binnen. Don't touch my coffee, man. Nee. Dat is geen optie. Nee. Nee. Ja, ik ben gewoon helemaal gekocht. Ik lust het gewoon ook echt helemaal niet. Dus ik ken de relatie niet, maar ik hoor van mensen dat iets magisch kan zijn. Dus blijf het vooral doen. In ieder geval is het wel zo dat het is een teken van een nog iets verminderde flexibiliteit. Ja, ja, ja. Wat heel vaak werkt, is nuchter ook gaan sporten. We zijn echt gemaakt, zeg maar ook helemaal vanuit vroeger evolutionair gezien, we zijn gemaakt om, vroeger toen we wakker werden, ja, je had geen koelkast, je had niks, dus je ging eerst op zoek naar eten. Dat was heus niet altijd jagen, maar dat was ook gewoon dingen verzamelen. Dus we zijn gewoon, het zit echt in ons DNA, we hebben veel meer jaren eerst nuchter naar dingen gezocht, bewogen, soms wel gerend en gejaagd en gedaan. Dus je ziet heel vaak dat het voor mensen heel veel makkelijker is om
bijvoorbeeld twee keer in de week dan ook wel nuchter te gaan sporten. Mm. Omdat je moet je voorstellen, je wordt 's ochtends wakker en je zit zo aan het einde van dat tweede mechanisme. Ja? De glucose is, of glycogeen is bijna op. Op het moment dat je heel duidelijk gaat sporten, dan verbruik je veel meer glucose. En dan zegt het lichaam, we gaan voor 2 is echt op, 3. Hoppakee, daar gaan we. Mm. Terwijl sommige mensen zo'n beetje de ochtend nog een beetje doorsukkelen. Dat ze zo'n beetje, een beetje zich niet heel erg lekker voelen daarin. Ja. Dus nuchter sport is daarin een heel belangrijk element. Waarbij het bijvoorbeeld best wel interessant is om te weten. Want heel veel mensen zeggen, maar nuchter trainen, dat kan niet. Want dan kan je nooit gefocust zijn, hè, dan kan je nooit door. Het interessante gesprek bijvoorbeeld over hoeveel calorieën is misschien nogal interessanter. Maar er zijn prima marathonlopers bijvoorbeeld, om even een lekker extreem voorbeeld te noemen. Ondergewichtheffers en krachtsporters zijn ze er ook. Mm-hmm. Die een ritueel hebben dat als ze echt een belangrijke wedstrijd hebben, ze 24 uur van tevoren nuchter zijn. Ja? Zodat ze al een tijd in dat derde mechanisme zitten. De hele wedstrijd nuchter lopen. Ja, dus niet eten, ook geen jelletjes, geen fancy shit, helemaal niks. Vervolgens het water wat ze krijgen, voornamelijk over hun hoofd te gieten om te koelen. Want een koelingsmechanisme met het lichaam is heel belangrijk. Dat kunnen je darmen, je brein, je handen kunnen dat vooral heel goed. Die kunnen koelen om je darmtemperatuur laag te houden. En als je darmtemperatuur laag blijft, kan je blijven gaan. Oh. Dus het moment dat mensen op een marathon in elkaar storten, hè, dat is dat drastische verhaal, dat zijn bijna altijd blanken. Die kunnen genetisch gezien al minder goed koelen dan bijvoorbeeld een Keniaan. Ja, ja, ja. En dat is het moment, dan zeg je lichaam, joh, luister, brein en darmen prioriteit. Het is nu zo hoog aan temperatuur, schakel die spieren maar uit, want het kan niet verder. Ja, wow. Dat is het eind, dat is het eindmoment. En die mensen, die Keniaan, die dus dan eigenlijk al 27 uur nuchter zijn, die komen over de finish, die doen nog een ererondje, doen een interview. Weet je, die gaan daarna een keer wat eten en die zijn prima. Oh. En eigenlijk is dat heel logisch. Binnen het crossfitten bijvoorbeeld ook, is het ook heel normaal om heel hoge maaltijdfrequentie te hebben, want we hebben het altijd al zo gedaan. En tuurlijk, er is ook onderbouwing daarvoor. Het is niet dat het een onderbouwt het ander niet. Het zijn gewoon verschillende kanten. Maar eigenlijk is het heel logisch. Het enige wat mensen niet willen tijdens sport is dat ze de man met de hamer tegenkomen. Mm-hmm. Dat punt wil je niet. De man met de hamer zit in de bloedsuikerspiegel. Dus je kunt de man met de hamer niet tegenkomen als je op ketone bent. Als je in 3 zit, ja, ik snap het. Okay. Oh, interessant. Kan niet. Ja, misschien verklaart het ook wel waarom je... Oké, helder antwoord met betrekking tot waarom meer energie. Ik heb zo nog wel een vraag inderdaad over hoe fixen we dan... dat je niet een deficit komt als je trainingintensiteit omhoog gaat... Ja. Zoals bij ons het geval was. Dus dat vergt dan een aanpassing. Misschien kun je dat anders oplossen. Maar wat het mij eventueel ook wel verklaart... is het feit dat je vroeger in Moeder Natuur wakker werd... er was geen eten en je gaat nu eten verzamelen... staat gelijk aan beginnen aan je taken/actielijst tegenwoordig. Ja. En je moet gefocuster zijn. Ja, om die shit voor elkaar te kunnen krijgen. Dus om je probleemoplossend vermogen optimaal te houden, is in dat systeem zitten. Het bevordert je denkvermogen dan, denk ik. Want normaal gesproken zou je eten gaan verzamelen, maar dat is ook problemen oplossen in principe. Ja, vroeger was dat het grootste probleem. Ja, precies. Oké. Dus dat verklaart potentieel ook de grotere focus. En inderdaad dat je niet op de bloedsuikerspiegel zit. Want als die te hoog of te laag is, dat heeft ook allerlei mentale effecten, geloof ik. Ja. Daar komt het hangry ook vandaan, toch? Ja, daar komt het hangry vandaan. Of de after dinner dip. After dinner dip is iets anders. Het hangry is echt het moment dat je net iets te lang niet gegeten hebt. Mm-hmm. Of geen flexibiliteit hebt. Want zo moet ik dat wel zeggen. Mm. Anders zou ik tegen mensen zeggen, eet maar weer wat. Dus dat kan je gewoon trainen. Een after dinner dip... dan heb je heel vaak iets gegeten waar je immuunsysteem een reactie tegen maakt. Oh, ik dacht dat het was dat je bloedsuikerspiegel... Nee, dat neemt meer energie. En omdat het meer energie neemt, heb je minder energie in je kop. Ja. Ik heb een keer een cursus gehad. Wij hebben tijdens de cursus altijd gewoon goede salades. Mensen kunnen zelfs uit 3 opties kiezen tegenwoordig. Echt bijna een restaurant. Maar die zei van, dat is leuk dat je nu dat verhaal vertelt tijdens de cursus van die dip. En dat zo werkt op je immuunsysteem. Maar nu heb ik deze salade gegeten tijdens jouw cursus. Ja. En dan heb ik alsnog die dip. Zeg ik, wat staat er in die salade? Want je kan per persoon wel anders reageren op bepaalde intoleranties of wat dan ook. Dus ja, ik heb dit, ik heb dat, ik heb zus, ik heb zo. En ik zei, oké, weet je wat, laat dan bijvoorbeeld rode paprika. Soms hebben rode groenten een heftige reactie. Ik ben helemaal niet zo'n glutenintolerante. Ik ben niet zo'n muggensifter, maar ik weet wel dat geeft wel eens een reactie. Dus de volgende dag zelfde salade, maar zonder die rode paprika. En zei, ik heb totaal geen klachten. En een paar weken daarna zei ze, ik heb het in mijn maaltijd een beetje gecheckt.
En eigenlijk elke keer als er zoiets in zit, heb ik een dip. En elke keer als er niet in zit, heb ik het niet. Het is vaak een reactie op iets. Ik heb het heel sterk met brood bijvoorbeeld. Ja. Ik vind brood super lekker. Ik eet het voornamelijk bij mijn schoonouders en dan gewoon hagelslag. En weet je, dat is mijn momentje om te vieren. Maar ja, ik weet wel dat ik dan daarna heb een beetje een dip. Mm-hmm. Nou, dan neem ik dan maar voor lief. Weet je. Ja, dat begrijp ik. Ja, dat is ook een ding wat je destijds aanhaalde. Is dat wat je heel pakkend zei. Je moet het in principe zo zien. Je maag-darmkanaal is eigenlijk ook een soort van buitenkant. Dus je gooit het erin. Het loopt door je hele lijf heen. Ja. Maar dat heeft ook een soort bescherming. En jouw lichaam vertrouwt jou niet. Die gaat vanuit... Hey, deze gast is een idioot. Die kan maar zoiets naar binnen gooien wat niet helemaal compatible is met de biologie. Ja. Dus we gaan ervan uit dat elke keer als jij iets eet of drinkt, zetten we de verdediging aan. Ja. En dat kost ongeveer 1/3 van de energie. Dus ik stel me nu elke keer zoiets voor dat als ik iets naar binnen werk, dat hier binnen zo'n powerplant even knipt. Want het immuunsysteem wordt aangezet. Ja. En die kost iets. Ja, ja, het klopt. Het klopt, hè. Als je vroeger als kind een knikker per ongeluk hebt doorgeslikt of wat dan ook. Dan weet je, of ouders weten dat dan in ieder geval nog, dat komt ergens weer naar buiten. Ja, ja. Ja? Dus die knikker, die heeft nooit de binnenkant van het lichaam gezien. Wel het maag-darmkanaal, ja? Maar niet... bloedvaten, hart, longen. Want dat is daadwerkelijk de binnenkant van het lichaam. Ja. Dus ik zeg ook altijd, het immuunsysteem, het makkelijkste om mee te beginnen. Het immuunsysteem is een buis van mond tot kont. Ja. Ja? En alles wat door de buis mag, is nuttig. Ja. Eiwitten, vetten, vitamine, mineralen. En je darm, het is niet voor niks dat een heel groot deel van je lymfatisch weefsel daar zit. Daar zitten immuunactieve stoffen in. Weet je? Die kunnen dat de kiem insmoren als er wel dingen door die darmwand komen. Ja, ja. Dus dat is daar helemaal op gebouwd, die buis, om goed te kunnen associëren. Hey, dit mag wel naar binnen, dit mag niet naar binnen. En de niet nuttige dingen, die gaan met ontlasting weer mee naar buiten. Ja. En die zijn dus eigenlijk nooit in het lichaam geweest. Ja, duidelijk verhaal. Oké, okay. Dan terug naar het stukje caloric deficit. Ja. Waar Wicht en ik tegenaan liep is, met dank aan de Garmin zijn we weer een beetje gaan quantified zelf. En dan zie je op een gegeven moment, ik zei het net al, 3300 tot 3500 calorieën, als ik dat apparaat mag geloven. Ja. Nou, stel hij valt wat hoog uit, 3. Dat is nog steeds een heleboel. Als ik intermittent fasting doe, merk ik dat ik met 2 maaltijden, want dan ga ik naar 1:05 eten, dan eet ik een keertje om 6 uur, maar dan 's avonds moet ik zeker nog een keer eten, want ik krijg niet genoeg calorieën in die maaltijden gepropt. Klopt. Dus toen dacht ik moet weer vaker gaan eten. Ja, logisch ook. Er zijn een paar variabelen. Ik ben zelf, ook als persoon, maar ook in mijn cursussen, zeg ik, als het om eten gaat en je bent niet afhankelijk van je bloedsuikerspiegel, luister dan voornamelijk naar je gevoel, hoeveel je moet binnenkrijgen. Ja, ik hou daar zelf heel erg van. Ik realiseer me wel heel goed, en zo coach ik ook wel mensen, als mensen wel heel graag data willen, dan is dat prima. Ja. Ja, alleen er hangen zoveel variabelen aan, voornamelijk calorieën in, dat je eigenlijk in een lab moet leven dat je weet wat je binnenkrijgt. Ja. Ja, dus je kan het heel globaal zeggen, maar een paar voorbeelden. Je hebt bijvoorbeeld ze hebben een onderzoek gedaan naar mannen. Opnamecapaciteit in de darm kan 98% zijn. Dan heb je dus al niet 100, dus moet je al op je kilocalorieën potentieel 2% rekenen. Dus wat je zegt is van de 100 kilocalorieën die ik eet, gaan er maar 98 door. Ja. Maar in het slechtste geval kan dat wel teruglopen tot 63%. Oeh. Ja? En je weet niet zeker welke persoon je bent. Ja? Daarnaast voor het afbreken van eiwitten, voor het opnemen van eiwitten en vetten en dat soort dingen, heb je ook kilocalorieën, worden ook kilocalorieën verbruikt. Dus je zou echt heel veel moeten rekenen en doen om zo kundig mogelijk te komen. Tuurlijk kun je wel zeggen, ik neem 3000 kilocalorieën, daar voel ik me goed bij. En dan hou je gewoon, dan zit je ergens tussen de 2500 en... Je zegt het al, de indicatie dat we meer moesten gaan eten is bijvoorbeeld... Noël die begeleidt ons en die laat je gewoon hertesten doen. En dan zie je, hey, ik kom op sommige plekken kom ik niet verder nu. Wat zou dat kunnen zijn? Ja, je adapteert niet op de prikkel. Hoe zit het met je calorieën? En dan merk je daaraan, ik blijf achter, dus ik zal omhoog moeten in mijn calorieën. Hoewel ik me misschien prima voelde bij de intake die ik had. Ja. Maar de adaptatie, in termen van kracht en snelheid, die was er niet. Dus om die reden moet je dan iets omhoog. Exact. Kijk, dat zijn hele mooie parameters. Zelf doe ik dat ook. Als ik in mijn training geen progressie boek of ik voel me lam al een tijd. Ja, dan moet ik wel even tegen mezelf zeggen, wat ben ik nou aan het doen? Ja. Wat een heel mooi voorbeeld is, is van een cursist, Simon. Die kreeg een bodybuilder bij zich. Nou, als er mensen heel erg gefocust zijn op wat ze binnen moeten krijgen, wat ze moeten trainen, dan zijn het die. Heel veel bodybuilders, omdat de maaltijdsfrequentie zo hoog is,
Hebben wel opgeblazen gevoel, darmklachten, onrustige huid. Het kan ook om andere redenen zijn dat een bodybuilder onrustige huid heeft. Maar laten we er nu even van uitgaan dat die persoon schoon is, hè, en ja, dat hij dat krijgt. Veel duizelig, slecht slapen, dat soort zaken. Dus Simon die zegt tegen die gast van ja, luister, je eet zo vaak. Je zet continu dat immuunsysteem aan. Darmen doen het beste ook op 16 uur nuchter. Dat heeft nog meer met een ander ontstekingsgevoelige parameter te maken. Je PPIR noemen ze dat. Mm. Gaat misschien iets te ver, maar er zijn meerdere redenen om voor dit soort dingen te kiezen. Mm-hmm. Dus je zei van, hey, zou je met mij een experiment willen doen dat je gaat intermittent vasten? Eten tussen 12 en 8 was het in dit geval. Dus zo lang mogelijk een cap om zoveel mogelijk te kunnen eten. Ja, ja, ja. En die ging van, ik kan het fout hebben, maar we hebben er een opname over gedaan, maar van iets van 3600 kilocalorieën, wat hij altijd at in zijn schema netjes, zo 6, 7, 8 maaltijden op een dag, ging die naar zeker 1000 kilocalorieën lager. En dan zou je zeggen, nou, hier komt trouble, want dat kan niet goed gaan met ons doel om te bodybuilden. Wat gebeurde er nou met die man? 1, veel minder darmklachten, veel meer energie, huid binnen 3 weken, veel rustiger. Weet je, kan je allemaal fysiologisch, kan het allemaal zo terugberedeneren. Mm. Wat gebeurde er ook? Meer massa, lager vetpercentage. Mm. En in theorie, de theorie die we nu hebben, kan dat niet. Tenzij die zijn opname heeft verbeterd om minder te gaan eten. Dat is een variabele. En aan intermittent fasten zitten verschillende gezondheidseffecten. En ik zeg tijdens de cursus altijd zo. Je hebt bijvoorbeeld in het lichaam een eiwit. En dat eiwit noemen we GLUT4. En dat eiwit is ervoor gemaakt om glucose te transporteren naar spieren. Mm-hmm. Ja? En dat eiwit, dat wordt bij mensen die hun flexibiliteit trainen, dus intermittent vasten, wordt dat tot 38% meer in het lichaam gevonden. Ja, dus dat is een zelfoptimalisatie. Hè, opnamecapaciteit verbetert ongetwijfeld. Dus er worden een aantal dingen efficiënter. Ja? En dit is nog niet wetenschappelijk onderbouwd. Maar wat ik zeg van GLUT4 en dat soort dingen is wel wetenschappelijk onderbouwd. Mm-hmm. En het lijkt er dus heel erg op dat op het moment dat je kiest voor een lagere maaltijdsfrequentie, dat het lichaam zegt, hey, dit past beter bij mij. Vanuit binnen optimaliseren we en hebben we dus daadwerkelijk minder nodig en kan je toch massa opbouwen en dingen op minder kilocalorieën. Hoe zou de toename van die GLUT4 kunnen verklaren wat je zojuist omschrijft bij die bodybuilder? Omdat er gewoon minder energie verspild wordt met het transporteren van glucose en bouwstenen naar die spieren bijvoorbeeld en daardoor heb je minder calorieën nodig? Ja, het is een reactie van het immuunsysteem. Dus het is op het moment dat er minder vaak iets binnenkomt, dan moet je efficiënter zijn in het gebruiken. Ja, natuurlijk, want dat deel van je knikkers gaat ook gewoon direct weer naar het immuunsysteem. En dat triggert het lichaam om weer gebruik te maken van die mechanismes die we hadden. Ik snap het. Ja? Dus wat je daarin vaak ziet, ik hou er niet zo heel veel van om tegen mensen te zeggen, je moet zoveel kilocalorieën eten. Tenzij mensen dat heel graag willen, dan geven ze een globale range, zeg maar. Maar het is zeker mogelijk, ook een aantal topatleten begeleid, basketbal Eredivisie bijvoorbeeld, waar mensen zeggen, ja, maar ik moet echt dit eten. Dan zeg ik van, oh, weet je wat, nou, laten we voor 4 weken een experiment doen. Ja. Je gaat niet meer dit eten, maar nou, dat komt neer op 1200 calorieën minder. Je gaat iets meer op je gevoel vertrouwen en dat je wel gewoon eiwitten, vette koolhydraten, weet je, dat je dat goed eet. Maar we gaan vooral met die maaltijdsfrequentie aan de slag. Ja. En na 4 weken is er eigenlijk geen atleet. Tuurlijk moet je eens aanpassingen maken. Er zijn altijd trucs om wel meer kilocalorieën in het intermittent vast te stoppen. Dat is wel belangrijk. Maar na 4 weken zeggen ze, ja, maar ik voel me zoveel gefocust. Ik herstel zoveel beter. Ik heb zoveel minder spierpijn. Ik doe het zo. Het is allemaal zoveel beter. Mm-hmm. Dat mensen gevoelsmatig gewoon ook niet meer teruggaan. Ja. En je kan met intermittent fasten om even. Ik denk dat het een slecht idee is voor een bodybuilder of iemand die zich daar zorgen om maakt om puur 2 maaltijden te eten. Bijvoorbeeld 12 en 8. Nee. Wat je prima kan doen, is een hele goede lunch nemen. Tussendoor nog een eiwitshake. Dan gebruik maken van extra calorieën. Gewoon ergens tussendoor, omdat het makkelijk is. En misschien nog wat extra te eten. Mm-hmm. En dan s'avonds nog weer een goede maaltijd. Ja. Dus je mag die cap, die mag je best wel vullen. Ja. Dan mag je best in eten. Dan mag je gewoon lekker in spelen, ja. Ja, en ik merk ook dat als je intermittent fast en je begint niet met een maaltijd en je wacht bijvoorbeeld, dan kwam ik om een uurtje of 5:30 thuis, dan ga je eten. Je trekt andere dingen uit je kast, je gooit andere dingen in je pan dan als je de hele dag al lunches hebt gehad en je hebt ontbeten en je hebt andere dingen in je donder. Je smaak verandert het door. Ik merk dat ik veel meer zin kreeg in daadwerkelijk groente, vlees, normale dingen. Terwijl normaal gesproken, als ik al had geluncht en zo, nou, we zouden natuurlijk ook gewoon voor iets van een pizza kunnen gaan of zo, weet je wel. Iets suikerspiegel. Ja. Ja, ik heb iemand gehad die een van de eerste mensen die ik heb begeleid, die komt best wel met regelmatig een post voorbij, ziekte van Crohn. Die had een gigantische afkeer tegen avocado's. En die staat wel op de lijst van goede vetten. En
binnen 2 weken stuurde hij een berichtje. Hij zei, ik weet niet wat je gedaan hebt, maat. Maar ik vind avocado's lekker. Ja, ja, ja. Voilà. Dus ja, het lichaam krijgt zin in andere dingen. Ja. En je wordt zoveel neutraler in je bloedsuikerspiegel dat je die cravings niet hebt. Ik heb wel eens een dag gehad van alles te doen. Bij bedrijven langs, een lezing gegeven, wat dan ook. En had ik niet de tijd gevonden om te lunchen. En daar kwam ik om 5 uur kwam ik erachter. En ik had ook niet ontbeten. Ja. Zeggen mensen, dat is hartstikke ongezond, hartstikke slecht. Kijken hoe gefocust ik ben, hoe goed ik me voel. Ja. En je hoort het juist niet door te hebben dat je hem altijd geskipt hebt. Ik had dat wel weer in, weet je wel. Mijn lichaam trekt dat wel weer recht. Maar mensen denken juist, nee, maar dan heb ik het gemist. Ik kan niet meer zonder. En dat geeft ook weer, ja, dat geeft juist een negatieve beeld van je lichaam eigenlijk. Dat je denkt, ik heb die maaltijden zo nodig en ja, ik moet dan eten. En ja, ik hou ervan dat mensen gewoon meer op mijn lichaam vertrouwen daarin. Nou, dat sowieso, jongen. Ik denk dat we met z'n allen ons veel fragieler voelen dan dat we zijn. Ja? Dat menselijk lijf is een robuuste machine, jongen. Ja? Sowieso, als je naar kijkt naar waar het voor bedoeld is qua eten en hoe sommige mensen hun levensstijl hebben momenteel en wat ze erin gooien. Ja. En dat ding het blijft doen met die rommel erin. Ja. Dat is gewoon knap. Ja. Ja, het is heel indrukwekkend. Het is heel indrukwekkend. Ja, soms dan sturen mensen me ook een lijst op. En hoe lang heb je deze gewoonte al? Oh, jaren. Ja. Dat ik denk, hoe blijf jij overeind? Ja. Het is echt fenomenaal wat het lichaam kan in buffercapaciteit. Ja. En in dat kader, hè, je had het net over echt best ook wel langere periodes niet eten. Dus één ding bij het vasten wat ik nog eventjes kort wilde aantikken. En dat is als je de 24 uur overgaat. Dan gaat er een heel mooi proces spelen wat ook eens in de zoveel tijd echt super gunstig voor mensen lijkt zijn. Autofagie? Ja. Wat is dat precies? Daar spreek ik niet dagelijks over. Maar autofagie is naar mijn weten het kunnen hergebruiken van overige cellen in het lichaam. Ja. Er zijn allerlei processen in ons lichaam, hormonen, DNA, noem het maar op. En er blijven restproducten achter. En die producten die zijn normaal gesproken die zijn lichaamsvreemd. Dus daar moet het immuunsysteem reactie tegen maken. Stel een hormoon wordt gebruikt. Er blijft een restje over en dat restje kan worden hergebruikt, dan doet het dat. Lever is daar heel verantwoordelijk voor. Maar soms blijft er een restje over en dan kan het lichaam niks meer mee. Ook niet als het weer in stukjes knipt. En dan is het op dat moment per definitie lichaamsvreemd. En dan moet het immuunsysteem dat herkennen en die moet dat afleveren naar de lever. Die moet dat 's nachts tijdens een goede nachtrust weer afvoeren, nou, et cetera, et cetera, et cetera. En autofagie is een hele interessante, is nog niet... Het is wel wetenschappelijk, maar nog niet super dik, denk ik. Waarvan ze zeggen van, maar als mensen dus inderdaad langere tijd nuchter zijn, dan gaat het lichaam dus die resterende deeltjes, die we normaal gesproken niet kunnen hergebruiken, die gaat het weer hergebruiken. En dat is een van de redenen waarom ze zeggen van, maar daarom draagt het heel erg bij aan gezond ouder worden. Oh. En veroudering zelfs tegengegaan. Ja. Want op het moment dat je dat soort dingen triggert, wordt je lichaam in één keer ook op die manier efficiënter. En iets waarvan we dachten dat het onmogelijk was, lijkt in één keer te kunnen. Interessant. Ja, fascinerend, man. Ja. Cool. We gotta wrap it up, man. Want we hebben dadelijk kickboxing Remy. Hebben we 2 van de 6 domeinen gehad. Dit moet nog maar een keer worden voortgezet op een ander moment. Want hebben slaap en immuunsysteem. Ja, immuunsysteem ook wel een beetje. Nee, dat houdt nooit op. Dat snap ik. Zijn er specifieke dingen die we als wrap-up die je nog eventjes kwijt wil in dit kader? Of plekken, dingen waar je mee bezig bent? Initiatieven die je eventjes wil delen met de luisteraars? Ja, nou ja, wat we... wat ik zeg altijd, ik geef de lessen geef ik aan behandelaars en trainers. Fysiotherapeuten, personal trainers, diëtisten. Dus specialisten, mensen die mensen willen helpen, die dat coachen doen. Daarvoor hebben we een 6-domeinencursus en hebben we nu nieuw een jaaropleiding ontwikkeld. Een jaaropleiding heeft nog allerlei modules erachter. Nieuw inzicht op chronische pijn, oxidatieve stress, mondflora. Hele nieuwe concepten op het gebied van bewegen en neurologie. Gewoon hele gruwelijke dingen. Ja, echt hele gruwelijke dingen. Ja, is ontstaan uit de vraag. Mensen zijn klaar met die cursus en die zeggen, maar luister, ik wil meer. Weet je wat, smaakt me meer. Nou, dingen die het meespelen hebben we eruit gehaald en hebben we daarin gestopt. Dus dat is zeker de moeite waard voor behandelaar en trainers om naar te kijken. Daarnaast ontwikkel ik mij in redelijk tempo, al zeg ik het zelf, tot professioneel spreker. Mag ik steeds vaker op plekken spreken. Triggerende lezingen, nooit meer moe en futloos, slaapproblemen, darmklachten. Dus voor mensen die zeggen, ik ben geen behandelaar, trainer, maar ik wil hier wel mee. Bedrijven, evenementen, et cetera, daar sta ik heel graag te springen op het podium om dit soort dingen begrijpelijker aan de man te brengen. Dat snap ik. En dan kunnen ze googlen op Timo Hans en Physis Academy. Physis Academy. Academies waar we van dat je dit doet. Yes. Oké, perfect. Thanks man. Het was weer een podcast met hoge informatiedichtheid. Ik denk dat ik hem zelf nog wel 1 of 2 keer weer even ga terugluisteren. Want voor mij persoonlijk zaten er alweer een paar aanpassingen in. Ik ga toch dat vast maar weer eens even een plekje proberen te geven.
Right, man. Goed. Thanks. Goed zo. Bedankt voor de uitnodiging. Tot de volgende keer. Superman. Peace out. Ciao.